taufe dich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Een hele goede middag en welkom bij dit symposium Mens en Biosfeer, de Waddenkust ontwaakt. En we gaan het hebben over het kandidaatschap van de regio Holwerd en Dokkum en de omliggende dorpen als biosfeergebied. Nou, het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door het gebied zelf, met natuurlijk de steun van de Nederlandse UNESCO-commissie. En wat u net zag was Silence of the Tides, een mooie trailer. En het is een betoverende film over de breekbare relatie tussen natuur en de mens. En ja, dat is nou net waar dit symposium over gaat. Hoe creëer je een plek in het Waddengebied waar mens en natuur kunnen samenleven? Nou, die film is, als het allemaal goed gaat met corona, binnenkort ook te zien in de bioscoop. Dat is zeker een aanrader. Maar ja, wat is nu een biosfeergebied? Ik moet eerlijk zijn, ik moest ook flink googlen toen ik deze opdracht kreeg. Ik dacht, wat is dat eigenlijk? Ik heb nooit van gehoord. Maar als je dat dan doet, dan ontdek je dat het een ontzettend mooi gegeven is. En wij gaan dat ook vandaag van A tot Z behandelen. Dus het is eigenlijk een soort van introductie op het biosfeergebied. En dat doen we met een heleboel mensen. We doen het internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. En zo krijgen jullie straks alles te weten over dat biosfeergebied. En dan beloof ik dat na deze twee uur is het ongeveer 2,5 uur, dat je alles ervan weet en daar ook over mee kunt praten op feestjes, als dat weer mag, de feestjes natuurlijk. Nou, bij mij aan tafel twee heren die er heel veel van af weten en die bezig zijn met een hele grote andere droom, Holwerd aan Zee, Jan Zijlstra en Marco Verbeek, maar ook dus de kwartiermaker voor dit kandidaatschap. Heren, jullie dachten misschien van, nou, we hebben nog niet genoeg te doen met Holwerd aan Zee, er kan er wel wat bij? Nou, wij dachten het biosfeerprogramma aan te grijpen om het gebied, de 11 dorpen en Dokkum, gezamenlijk en integraal vooruit te helpen. Dus duurzaam te ontwikkelen vanuit dat vliegwieleffect van Holwerd aan Zee. Ja, Holwerd aan Zee, dat is natuurlijk waar jullie heel veel mee bezig zijn. Veel aandacht gehad. Dat biosfeerverhaal, nou, wat ik net al zei, dat is denk ik niet basiskennis voor een hoop mensen. Hoe zit dat? Hoe komen jullie daarbij, Marco? Nou, volgens mij zijn wij getriggerd door een aantal studenten dat zo'n biosfeergebied eigenlijk heel goed past bij de ambities en de doelen die wij als gebied hebben. Ja, want je wilt ook vooral voorkomen dat het hier geen museum wordt en er komt veel op het gebied af. En het moet vooral ook een plek zijn om te leven, om te werken. Dat moet allemaal wel doorgaan. Dus geen reservaat. Nee, dat gaan we ook horen, hè, wat de kansen zijn. Jan, even kort. We hebben echt heel veel mensen die via Zoom binnenkomen. Jullie zijn de enige die hier bij mij zitten in de studio. Dat is wel heel fijn. Het gaat alle kanten op, hè? En wat is het doel met al die gasten uiteindelijk? Wat wil je na de twee uur? Nou, sowieso willen we graag wat informatie overbrengen van wat het biosfeergebied is, wat de biosfeerstatus inhoudt, welke kansen dat biedt. En we willen ook graag laten zien hoe dat in het buitenland bijvoorbeeld uitwerkt. Zodat iedereen zich bewust ook wordt van het gebied zelf en dus de kansen ziet en vooral de kansen pakt. Ja. En kijk, iedereen is nu eigenlijk in Friesland wel een beetje fan van Holwerd aan Zee. Is dat ook het idee van zo'n biosfeergebied? Ja, Holwerd aan Zee is een prachtig mooi project. Het is een forse investering in het gebied van meer dan 60 miljoen. En het zou gek zijn als alleen Holwerd daarvan profiteert. Dus het is de bedoeling om het spin-off effect te creëren voor het hele gebied. Ja, het hele gebied. Er kijken ook heel veel mensen uit het gebied. Maar dat gaat over alle dorpen. Noem ze eens een paar op. Blije, Holwerd uiteraard. Ten Aard, Brandgem, Foutgem, Waaksus, Bornwerd, Raard, Aalsum, Jouweren, Hantum. Nou, volgens mij hebben ze ongeveer allemaal gehad. Dat is heel mooi. En Dokkum. Ja, oké. Okay. Hey, dit is een kandidaatschap. Hebben jullie er zelf om gevraagd om het te worden of is het jullie aangeboden? Hoe gaat zoiets?
Nou, het kandidaatschap was vooral voor ons ook een middel om ook die andere dorpen bij een ontwikkeling als Zolwert aan Zee te betrekken. Hoe laat je dorpen maximaal aansluiten? Nou, en dit is wel een middel om dat te bewerkstelligen. Ja, maar de vraag is, hebben jullie dit zelf aangevraagd bij UNESCO? Of heeft UNESCO gezegd... We moeten nog aanvragen. We stellen ons vanaf vandaag kandidaat. En we gaan gewoon de komende jaren met het gebied aan de slag. Van, nou, wat voegt dit voor het gebied toe? Ja, vandaag gaan we voelen wat het is. Nou, precies. Duidelijk. Ja, er is heel veel ruimte om vragen te stellen. Het is mooi interactief. Dat is het voordeel dan weer van digitaal werken. Dus stuur die vraag in. En dan ga ik kijken wat ik hier aan de mannen van Holwert aan Zee kan bij ze neer kan leggen. Maar, en dat is ook heel fijn, we hebben ook nog Marieke Bontebal. Die is ook met de chat is die bezig. Dus als er vragen echt specifiek over UNESCO gaan, dan zal zij die beantwoorden. Maar ja, stuur ze dus gewoon in. Ook goed om te weten, er is een pauze om 14:45. En dan kun je even de benen strekken, even een kop koffie pakken. Ja, en dan, dan is dat het programma. En jullie gaan straks wel zien wat er nog meer gaat gebeuren. Maar wat er nu gebeurt is de opening. En dat wordt door niemand minder gedaan dan Arno Brok, commissaris van de Koning. En voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied. Dag, heer Brok. Goeiemiddag. Ik weet, u bent enthousiast over Holwert aan Zee. Bent u ook zo enthousiast over dit kandidaatschap? Ja, zeker. Om meerdere redenen. Ik vind het een gebied in Friesland wat landschappelijk misschien wel een van de mooiste streken is van onze provincie. En ik vind het echt heel lovenswaardig dat er opnieuw blijk van wordt gegeven dat mensen initiatief willen tonen om dat gebied weer een stap verder te krijgen. Dus ik sta er heel graag achter. Het is voor mij helaas niet mogelijk om heel de middag aanwezig te zijn, maar ik wil heel graag de opening verzorgen. Misschien is het wel aardig om als eerste te melden. Toen ik 4 jaar geleden terug mocht komen in Friesland, na 7 jaar afwezigheid, een van de eerste felicitaties die ik kreeg was van Piet Huizer. En die komt oorspronkelijk uit Holwert. En die woont al meer dan 50 jaar in Dordrecht, mijn vorige woonplaats. En die feliciteerde mij, maar tegelijkertijd zei hij, ja maar, je moet wel aan de slag met Holwert aan Zee. En nu is het zo dat Piet en Sjoukje ieder jaar nog op de camping staan in Holwert en op die manier ook nog de verbinding houden met hun oude dorp en met hun oude streek. Maar zij gaven mij toen een keer aan, toen ik bij hun caravan zat op een zomer, hoe ongelooflijk belangrijk en stuwend dit kan zijn voor het dorp, maar vooral ook voor het hele deel van Friesland. En als commissaris van de Koning wil ik me daar graag voor inzetten, maar vooral ook als voorzitter van het Omgevingsberaad voor de Wadden. Van de week hebben we een prachtig symposium gehad, de Toogdag voor de Wadden, met iedereen die een passie heeft voor het gebied, heeft daar ook zijn bijdrage aan kunnen leveren. En ik ben heel erg blij dat het kabinet een paar jaar geleden besloten heeft om met een hele nieuwe governance, moeilijk woord, maar een heel nieuw systeem te komen van mensen en instellingen en vooral initiatieven die zich in willen zetten voor het Waddengebied en de Waddenkust. En het Omgevingsberaad, waar ik onder de twee ministers voorzitter van mag zijn, zet zich daar ook voor in. Daar zitten niet alleen maar bestuurders in, en gelukkig niet. Daar zitten vooral mensen in uit de wetenschap, uit de boerenstand, uit de recreatiesector, maar ook allerlei andere verenigingen van natuur, landschap, ondernemers die zich in willen zetten voor het gebied. Die natuurlijk altijd bezig zijn om een goed evenwicht ook te zoeken tussen economische belangen en ecologische belangen, maar wel allemaal heel erg graag hun bijdrage daaraan willen leveren. En het mooie is van het Omgevingsberaad en alles wat er rondom het Wad gebeurt op dit moment, is dat er heel veel ideeën zijn, ook heel veel innovatie is. En ik vind het hele project, zoals dat nu sinds een aantal jaren loopt, ook een schoolvoorbeeld van hoe je iets vanuit de gemeenschap kan dragen, hoe je iets vanuit de gemeenschap verder kunt brengen en ook naar een volgende generatie in het totale term van landschap, ontwikkeling, goed vorm kunt geven. Mijn passie voor het gebied is er al sinds ik student was en in Friesland kan wonen. Ik vind de schoonheid van het hele Waddengebied met niets te vergelijken eigenlijk in ons land.
die schoonheid tegelijkertijd, die moet ook leefbaar blijven. En ik haal even graag naar voren iets wat burgemeester Stoel van Ameland vorige week ook naar voren bracht. Alle ideeën en initiatieven zijn prachtig, maar ook die mensen die al eeuwenlang in het gebied wonen, een toekomst inkleuren, die moeten ook perspectief blijven houden. En het moet niet zo zijn dat bijvoorbeeld de eilandengemeenschappen als een nieuw soort van Venetië een toekomst krijgen, waarbij 's morgens de mensen met de boot aankomen om de rolluiken naar boven te doen en 's avonds gaan de mensen weer op de eilanden weg om op de wal te gaan wonen. En daarvoor is dus nodig dat ook concepten doorgevoerd worden waardoor mensen kunnen wonen, leven, recreëren, maar ook de natuur, vogels kunnen blijven leven, overleven en ook weer een toekomst kunnen bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat het heel goed samen op kan gaan. Het is niet het een of het ander. Het is niet bij gebrek aan keuze dat ik dat zeg, maar ik denk echt dat het heel goed samen kan gaan. En alleen op die manier kunnen wij het hele gebied, de hele Noordhoek ook van Friesland, doorgeven aan nieuwe generaties. Beste mensen, ik sluit af. Ik wens u een hele plezierige middag toe, vol energie voor dit prachtige gebied. Ik heb thuis boven de bank, beneden in mijn ontvangstruimte, een schilderij hangen van Rijn Halbesma. Rijn Halbesma is een hele bekende Friese schilder en dat schilderij heet Noordelijk. Noordelijk, voor de Nederlands sprekende. En dat geeft de schoonheid aan van het gebied. De schoonheid van hoe dat door de eeuwen heen zo zijn vorm heeft gekregen. Ik vertrouw erop dat u allemaal vanuit uw achtergrond, waar u ook bent vanmiddag, en heel veel mensen uit het hele land kijken en doen met ons mee. Ik vertrouw erop dat u ook in de toekomst uw bijdrage wil blijven leveren aan dit schitterende stukje Friesland. Graag om te horen keer. Hartelijk dank. Arno Brok, commissaris van de Koning. En in deze ook de voorzitter van de Omgevingsberaad Waddengebied. Heren, mooie woorden. En volgens mij, ja, fan van Holwert en Zee, maar ik denk hier ook al fan van. Hè? Dat kunnen we wel stellen. Ja, zeker fan van het gebied. En ik vind het ook mooi dat wordt aangegeven dat je hier werkt aan perspectief. Hè? En dat het vooral ook in die zin geen museum moet worden. En goed, dat wordt benadrukt. En daar gaat het biosfeergebied ook over. Het gaat over leven. En leven met elkaar, zonder dat dat nogmaals het reservaat kan worden. Er komen ook al vragen binnen. Een leuke vraag is van Bianca Pande. Wat is de belangrijkste uitdaging voor jullie om nu al aan de voorwaarden te voldoen? Of voldoen jullie al aan die voorwaarden? Gaan we denk ik straks nog veel meer over horen wat de voorwaarden zijn. Maar misschien. Klopt, daar gaan we nog veel meer over horen, denk ik. Ik denk dat we dat zelf gaan invullen met elkaar, met het gebied. En dat het niet iets is wat van buitenaf komt of door onze tweeën. Of, hè, zo gaat het niet, dat doen we met z'n allen. Nee, maar er zijn vast wel een beetje door die UNESCO-club is wel aangegeven. Nou, jullie zitten op de goede weg. Anders gaan we dit niet allemaal optuigen. Door wat we nu allemaal doen, zitten we wel redelijk op de goede weg. Ja. Oké. Nou, dan komen nog meer vragen binnen. En ik zou zeggen, stel ze gewoon. We krijgen straks nog veel meer informatie over wat een biosfeer is. Dan gaan we landelijk kijken wat het is. We gaan nu. En dat is wel aardig. We gaan nu naar de internationale kant van UNESCO. Want er zijn meer dan 700 van die biosfeergebieden. En we beginnen daarom nu even groot, zoomen uit. En dan gaan we naar de volgende spreker. Die zit in Parijs op het hoofdkantoor van het biosfeerprogramma van UNESCO. En dat is Myriam Boumrane. Zij is programmaspecialist en coördinator van het netwerk van de Europese biosfeergebieden. En zij heeft voor ons een speciale welkomstboodschap in het jaar dat die gebieden 50 jaar bestaan. Hello everybody, my name is Myriam Boumrane and I'm greeting you from UNESCO Paris headquarters. I have the pleasure and the joy to work in the UNESCO Man and the Biosphere program in Paris since more than 20 years now. And this year we are celebrating the MAP program 50th anniversary. We are very glad that there will be a series of events to celebrate what we have achieved together as a global community with more than 700 sites in 129 countries, including transboundary sites. And it's a very important moment for us to celebrate because of the complex situation we are all in with this pandemics that has its roots in the way we human people inhabit this planet Earth,
the way we interact with biodiversity and its ecosystems. So this year, it's going to be about sharing our solutions, sharing our hopes, supporting each other, and trying to demonstrate really urgently that it's possible to live in harmony with nature now, and to be together, proud to share a future for our children that we are proud of living today. So in every ecosystem in this planet, we have biosphere reserves that demonstrate that people can thrive, can develop economically, can support each other without destroying nature. That the big shift that we have to make together is to show that the real wealth is about preservation, transmission, about life, about all its potential, and about the way we human can change the story from being destroying the planet, ecosystems and biodiversity, to be the custodians, the protectors, the guardians, while developing our creativity and enabling us to be able to leave to our children a planet that is working and sustainable. This is why you should join us, because everybody's concerned, everybody has a role to play. And this is the spirit of the MAP family, that we are interdependent, that we support each other, that we learn and grow from each other. And so I'm very happy that you are organizing this symposium today during this very special year of 50 years of MAB, but also in this very special year of us as human community to see what choices we are going to make and how we're going to learn from this pandemic to change our behaviors and to change the way we interact with each other, but also with the living world. So I wish you good luck. I hope we can meet again soon. I hope that you will join the MAP family. There are many passionate people, women and men, that are ready to support you, ready to welcome you, and to contribute together as a global movement to make that shift that our children and young generations are expecting us to do. So thank you very much, and I hope to see you soon and have a great symposium. Bye-bye. Bye-bye. Dat was Myriam Bouamrane, dus vanaf het hoofdkantoor in Parijs. Dank voor deze boodschap. Even een kleine vertaling. Het programma bestaat dus 50 jaar. In deze tijden waarin we in een pandemie leven, het steeds slechter gaat met de wereld, is het mooi dat hier ontstaat, zegt ze dus in het noorden van Friesland. En hoe gaan we leren van de pandemie en wat gaan we veranderen? Dat is de vraag die ze oproept. Het wordt volgens haar tijd dat we als mensen de planeet niet meer stuk maken, maar gaan repareren. En dat de mens samenwerkt in de natuur, zoals het hoort. Nou, dat is volgens mij de strekking. Wat vonden jullie ervan? Toch eventjes helemaal vanuit Parijs aandacht voor... Wij voelen het als een voetend van Nederland, maar het is niet zo. Wij voelen ons ook zeer vereerd. Nee, maar het is ook goed om te beseffen dat UNESCO heeft een aantal labels. En het gaat niet over beschermen, het gaat ook vooral om ontwikkelen. En ik denk dat dat ook voorop moet staan, dat gaat om leven. Dat moet je, en dat kun je het beste beschermen ook door het te ontwikkelen. Ja. Ik denk dat dat een goed verhaal is. Er komt een vraag binnen die hier wel op aansluit, Jan. Komt van Anat Harel, of Anat Harel, ik weet het niet. Wat is de reden om de voorgestelde regio te begrenzen tot de Friese regio in plaats van de hele Fries-Groningse Waddenkust? Wat is de reden? De reden is dat we het vanuit die schaalsprong van Hoogland aan Zee, vanuit die spin-off, graag op willen pakken met de dorpen om ons heen die ons benaderd hebben van, wij willen graag meer samenwerken. Om het allemaal een beetje behapbaar te houden, hebben we een logisch gebied afgebakend en daar zijn we mee begonnen. In de verkenning die nu volgt, moeten we kijken of dat een goed gebied is, of dat het anders moet. Maar het is wel makkelijk als je met 11 dorpen en een stad Dokkum met elkaar om tafel kunt zitten. En dat je die mensen bij elkaar krijgt, wordt het gebied groter. Dan wordt het lastiger. Maar ik denk wel dat wat we in dit gebied doen, dat het ook zijn uitstraling heeft naar de rest van het gebied. Dus het effect van wat we doen in dit gebied, dat wordt niet beperkt door dat lijntje wat we dan nu getekend hebben. Dus, we spreken straks ook met een Duitse collega van jullie. Die zit in het Neder-Saksische stuk. Dat is net over de grens met Winschoten. Ik bedoel, dan heb je daar ook al het waddengebied wat daar een biosfeer is. Is dat een probleem? Of maakt dat niet uit? Nee, dat lijkt me niet. Het hangt er vanaf hoe je het brengt en wat je met z'n allen kunt doen. Hè? Dus gezamenlijk met dat gebied, met de partners in dat gebied, met de belangenorganisaties.
wat je daar kunt doen, wat wij kunnen doen, het vult elkaar aan, denk ik. Mooi. Nou, we gaan nog even wat verder in op wat een biosfeer is. En dat doen we met Maria Spierenburg, hoogleraar in de antropologie van duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Leiden. Maar ook specialist natuurlijk bij UNESCO. Welkom, Maria. Fijn dat je er bent. Bedankt voor de uitnodiging. Nou, er komen al heel wat dingen voorbij, hè? Ja. Heel wat vragen. Nou, ik wil ook de mensen die kijken even oproepen om... dit is toch echt wel dat we echt even een verdiepingsslag maken. Dus heb je specifieke vragen naar wat Maria vertelt? Daar maken we echt even tijd voor om ze of hier bij de man aan tafel voor te leggen... of bij Maria, of als Marieke die in de chat bezig is, als die een vraag oppakt. Dus we proberen zo goed mogelijk al die vragen te beantwoorden. Lukt het nou niet... dan wordt het na de tijd, krijg je een antwoord op je vraag toegestuurd. Dus dat wil ik wel eventjes zeggen. Goed, Maria, ja, je hebt het net gehoord van Miriam. We moeten nu gaan helen in plaats van stuk maken. Is dat zo ernstig gesteld hier in de regio? Nou ja, waar zij op wijst is natuurlijk wel dat de problemen waar we nu tegenaan lopen... hebben wel te maken met hoe wij... wereldwijd omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen, hoe we onze economie gestructureerd hebben. Dat heeft allemaal wel effect gehad op hoe deze epidemie is verlopen. En dat laat eens te meer zien dat inderdaad die natuurlijke hulpbronnen, die ecosystemen, die zijn toch wel de fundamentele basis... van onze ontwikkeling. En die kunnen we niet alleen maar leegplunderen. Die moeten we ook beschermen. Willen we daar in de toekomst... willen we ons kunnen blijven ontwikkelen. En daar zijn inderdaad die biosfeergebieden... zijn daar... dat is een van de manieren om dat te onderzoeken... en te veranderen. Ja, want kun je nog eens voor ons echt goed even in detail uitleggen... wat nou een biosfeergebied is? Nou, een biosfeergebied is een gebied waarin je inderdaad met alle belanghebbenden samenkomt om te gaan bespreken met elkaar hoe gaan we dit gebied organiseren, hoe gaan we de ontwikkeling vormgeven en hoe zorgen we dat we bij die ontwikkelingen binnen die grenzen van de planetary boundaries, dus hoe gaat het met klimaatverandering, de beschikbaarheid van bepaalde hulpbronnen, hoe zorgen we dat we binnen die grenzen blijven, maar hoe zorgen we ook dat die sociale en economische fundering versterkt wordt. Dus het is geen natuurbeschermingsgebied zoals we ons dat vaak voorstellen, hè, van een hek eromheen en iedereen eruit. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom hoe zorg je dat je met elkaar, dat je die natuurlijke hulpbronnen beschermt en op een duurzame manier inzet voor de ontwikkeling van een gebied. En hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit? Kan je daar een voorbeeld van geven? Je hebt onder andere het Biosphere Reserve, het biosfeergebied De Rhön in Duitsland. Dat was een gebied waar eigenlijk een leegloop van het platteland aan de gang was. Omdat het voor boeren steeds ingewikkelder werd om het hoofd boven water te houden. Maar waar die boeren ook van belang waren voor... de vormgeving van het gebied en je hebt natuurlijk ook bepaalde biodiversiteit die weer gekoppeld is aan landbouw. Daar hebben ze echt gekeken van hoe kunnen we die landbouw nou zo duurzaam mogelijk maken en hoe kunnen we ook zorgen dat dat ook een verdienmodel wordt voor de boeren. Dus zij hebben daar gekeken naar hoe kunnen we bijvoorbeeld landbouw combineren met toerisme. Kunnen we bepaalde streekproducten in de markt zetten. En dat is echt een groot succes geworden. Want ik denk dat iedereen in Nederland ook wel de bionade kent. Limonade die op alle festivals, toen we nog festivals mochten hebben, zie je die flesjes voorbij komen. Dat is een specifiek product uit dat biosfeergebied in De Rhön. Er zijn ook voorbeelden van in Canada zijn een aantal gebieden waar hevige conflicten waren tussen bijvoorbeeld bosbouwers, maar ook inheemse bevolkingsgroepen die
weer daar werk hadden en natuurbeschermers die vonden dat die wouden beschermd moesten worden. Nou, met zo'n biosfeerreservaat kun je die groepen bij elkaar brengen om te gaan kijken van hoe zorgen we dat hebben die houtbedrijven toch kunnen oogsten, maar tegelijkertijd dat bos in stand wordt gehouden en die lokale bevolking ook banen heeft. Dus het is ook waar er grote conflicten zijn over vervuilende industrie, is dit een manier om mensen bij elkaar te brengen, om daar met elkaar te gaan onderzoeken hoe je dat beter kunt aanpakken, zodat het inderdaad en voor bescherming van biodiversiteit en de ecosystemen werkt, maar ook inderdaad voor de mensen die er wonen. Ja, er komt ook een vraag voor je binnen, Marja. En we wijken een beetje af van wat we van plan waren. Want je had nog een presentatie klaarstaan. Maar daar zijn we bezig om er nog wat slides bij te zetten. Maar laten we je weet alles dus. Hè? Ik bedoel, ook zonder plaatjes komt dat helemaal goed. Ik heb hier een vraag van Jolanda. Die zegt, in andere biosfeerreservaten is er sprake van of een voorwaarde van één volledig beschermd en afgeschermde kernzone. Dus geen activiteiten. Is dat hier ook zo? Dit is wel de bedoeling dat je met elkaar gaat kijken welke gebieden zijn zo cruciaal voor de ontwikkeling hier, dat we ze inderdaad iets meer moeten beschermen. Dat betekent niet dat je helemaal geen toegang hebt tot dat soort gebieden. Dat kan wel degelijk betekenen dat onderzoekers daar ook toegang krijgen, maar ook mag het onder bepaalde voorwaarden, kun je dat inzetten voor toerisme. Hè? Maar waar we wel ook van hebben geleerd is dat ook bij de toerismeontwikkeling moet je voorzichtig zijn. Hè. Het voorbeeld van Venetië werd al genoemd. Nou, dat is een manier van toerisme die is niet leefbaar voor de lokale bevolking. En die kan ook schade toebrengen. Dus, maar je kunt dat soort gebieden wel inzetten voor toerisme, voor toerismeontwikkeling. Maar die hele zonering, hè, want dat was in de oude versie van de biosfeergebieden, was dat inderdaad een kernzone met alleen maar bescherming, daaromheen een bufferzone en daaromheen een gebruikszone. Daar zijn wel wat veranderingen plaatsgevonden. Hè. Soms heb je in een gebied verschillende kleinere kerntjes. En die zijn natuurlijk ook in het gebied waar we over spreken. Heb je natuurlijk ook gebieden waar minder gebruik wordt gemaakt. Die een beetje apart zijn gezet om te beschermen. Dus hoe je die verdeling maakt. Dat moet de uitkomst zijn van lokale gesprekken daarover. Wat vind je belangrijk om apart te zetten en te beschermen, en welke gebieden zijn belangrijk voor ontwikkeling. Dus het is een dynamisch systeem. En dat is ook waar wij, want ik ben lid van de Internationale Adviescommissie van de biosfeergebieden. En dat is waar wij als commissie ook heel erg op letten. En je hebt een paar, het programma is 50 jaar oud. En in het begin lag de nadruk heel erg op bescherming. Je hebt een paar oudere gebieden die eigenlijk bestaan uit een nationaal park. En dan worden er wat activiteiten gedaan met lokale bevolking. Dat kan niet meer. Hè? Sinds de grote bijeenkomsten in Sevilla, maar ook in Lima, waar het Lima actieplan uit voort is gekomen, is echt besloten, dit zijn geen natuurreservaten. Dit zijn gebieden waar je ontwikkeling en natuurbescherming combineert. En dat soort gebieden moeten of een veel grotere ontwikkelingsfunctie krijgen, of een ander label zoeken. Maar dat is niet waar de biosfeergebieden voor staan. De biosfeergebieden die bestaan echt om die combinatie tussen natuurbescherming en ontwikkeling, om die te faciliteren. Een andere belangrijke vraag is denk ik ook wel hoe je het wordt. Hè? Wat is nu het proces van A tot Z voor deze streek om, stempel, dat klinkt zo raad, het predicaat te krijgen? Hè? Hoe gaat zoiets? Het label. Het label, ja. Ja, nou, dat is inderdaad een procedure die, dat is een vrij langdurige procedure, maar het doel daarvan is juist ook om te zorgen dat iedereen daaraan mee kan doen.
En dat de nominatie, daar hoort een heel formulier bij, wat ingevuld moet worden, waarin uitgebreid in wordt gegaan op hoe bescherm je de ecosystemen, hoe zet je die in voor ontwikkeling. Dit is een heel uitgebreid formulier, maar het idee is wel dat je dat met elkaar invult. En dus dat de totstandkoming van de nominatie, want je draagt zo'n gebied voor, dat het resultaat is van een participatief proces, waarbij alle stakeholders, alle belanghebbenden betrokken zijn. En dat moet je ook laten zien in het voorstel, hè, want wij letten ook heel erg op hoe worden lokale belanghebbenden hierbij betrokken? Is er voldoende inspraak? Dus daar wordt echt op gelet. Dus het is echt de nominatie op zich is ook een proces. En het is ook dynamisch. Hè? Wij zijn ons ervan bewust dat omstandigheden veranderen. En ook door de activiteiten, initiatieven die ondernomen worden in het kader van zo'n biosfeernominatie, kan het zijn dat die context, dat er al veranderingen in plaatsvinden. En dat je die ook weer mee moet nemen. Dus het is niet iets wat hè, helemaal tot in detail vast ligt. In het beheersplan moet ook aangegeven worden van hoe je denkt in te spelen op veranderingen. Het zijn levende gebieden en daar gebeurt van alles in en daar moet je ook met elkaar weer op reageren. Ja, want een van de vragen die hier binnenkomt van Lammert de Hoop is onder andere ook, is biodivers landschap een voorwaarde voor zo'n status? En hoe verbind je dan de landbouw en de ontwikkeling van de boer met de burger als voedselconsument? Dus je moet dus iedereen meenemen, bedoel ik eigenlijk, in die stappen. Maar bijvoorbeeld een boer, we weten dat daar misschien wel eens wat spanning kan ontstaan. Hoe ga je daarmee om? Nee, dat is in zo'n gebied heb je natuurlijk heel veel verschillende functies. Je hebt visserij, landbouw, maar je hebt ook steden, je hebt bedrijven. Je hebt burgers die soms wel in het gebied werkzaam zijn, soms ook niet. Die hebben allemaal verschillende ideeën soms over hoe zo'n gebied eruit moet zien, wat de toekomst van zo'n gebied is, hoe je om moet gaan met biodiversiteit, hoe je om moet gaan met ontwikkeling. En het idee van zo'n nominatieproces is juist dat je dat gesprek ook aangaat en kijkt naar die belangen. En wat ik persoonlijk altijd belangrijk vind, is dat je de botsende belangen niet onder het tapijt veegt. Dat je daar open over praat, want dat is de enige manier om eruit te komen, is door te laten zien, soms staan belangen heel sterk tegenover elkaar. En soms moeten er toch dan compromissen gesloten worden. En dat betekent dat iemand iets moet opgeven. En je probeert natuurlijk zoveel mogelijk dit te combineren en voor iedereen een positieve uitkomst te genereren. Maar het is ook het platform waar je dit met elkaar kunt bespreken. Maar kent u voorbeelden van dat doordat er belangen niet uitgesproken werden of partijen niet met elkaar uitkwamen, dat dan iets niet doorgaat? Omdat jullie dan vinden van dit is niet handig? Nou, weet je, wat je soms ziet is dat, dat wordt dan de multi-stakeholder benadering genoemd. Dan breng je alle belanghebbenden bij elkaar en dan kom je tot een consensus. Maar je moet uitkijken dat in zo'n consensus, dat daar niet mensen die wat minder, een minder sterke positie hebben, dat hun belangen helemaal ondergesneeuwd worden in het belang van de grote consensus. Dat betekent dat je al die botsende belangen ook goed in kaart moet brengen, zodat je daar open en eerlijk met elkaar over kunt spreken. Ja, nou, dat lijkt me duidelijk. Ik kom ook nog tot een andere vraag en die wordt door een hoop mensen ook geliked. Dat had ik zelf ook opgeschreven, gelukkig. Want we hebben natuurlijk de Waddenzee al, hè, als werelderfgoed. En dan krijg je dit er in één keer bij. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou ja, je kunt dit soort labels combineren. Sorry, ik zie dat ik de hele tijd aan mijn bril zit. Maar normaal gesproken heb ik geen bril op. Het is mijn leesbril voor de computerscherm. Je kunt de status van biosfeergebied combineren met werelderfgoed. Maar werelderfgoedgebied, in dit geval de Waddenzee, dat is de Waddenzee zelf. En daar zitten geen gemeentes, of tenminste dat is wel onderdeel van de gemeentes.
Maar er zitten geen... Maarten heeft zijn microfoon nog aanstaan. Er zitten geen... In dat werelderfgoedgebied, zoals het nu begrensd is, zit er geen menselijke bewoning in. En dan is het dus automatisch geen biosfeergebied. Want een biosfeergebied combineert die functies, bescherming, ontwikkeling en ook logistieke ondersteuning. Dus kennisontwikkeling, monitoring, educatie. En als je de Waddenzee nu, zoals het nu afgebakend is, valt het er niet onder. Maar je kunt natuurlijk wel dat combineren. Je kunt een werelderfgoedgebied deel uitmaken van een biosfeergebied. Ja, daar dan heb je een dubbel label om in te zetten bij je promotie. Ja, daar heb ik een aansluitende vraag over. De Waddenzee is natuurlijk al MAB geweest, hè? Dus en buisfeer. Maar Nederland heeft dit laten lopen. Wat vindt de Rijksoverheid van dit nieuwe initiatief dan? Dat je het nu toch hier weer opnieuw, dan niet in de kust, maar een beetje landinwaarts doet? Nou, de Waddenzee is teruggetrokken als MAB-gebied, omdat dus die ontwikkelingsfunctie er niet in zat. En wat aan tafel ook al werd gezegd, is dat waarom niet meteen het hele kustgebied inzetten? Je moet ergens beginnen. Je moet die mensen bij elkaar kunnen brengen. En dat was in het hele Waddenzeegebied was dat ingewikkeld. Maar je kunt wel bij Holwerd aan Zee beginnen. En als dat staat, kun je inderdaad kijken van kunnen we andere gemeentes interesseren? Kunnen we de eilanden erbij betrekken? Kunnen we over de grens gaan kijken? Dan kun je sowieso gaan kijken natuurlijk ook om te zien wat men daar geleerd heeft van deze ervaringen. Wat men daar doet. Maar je kunt zo'n gebied ook uitbreiden. Maar het is goed om te beginnen met inderdaad een groep waarvan je denkt van oké, hier zit al initiatief. Hier zijn mensen geïnteresseerd. En dit is behapbaar. Hiermee kunnen we dit gebied vormgeven, het beheer van het gebied vormgeven. Ja, want er komt een vraag van John Marks, die zegt Ameland, dat zou ook deel willen uitmaken van zo'n gebied. Kan dat nog? U zegt net eigenlijk wel ja, hè, als ik u goed begrijp. Ja, als ze betrokken worden bij de onderhandelingen, kan dat. En ik weet dat Ameland ook enorm bezig is met duurzame energie. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Je moet inderdaad wel kijken van hoe zit het in tijd, hoe zit het in tijdsperspectieven en wat kan, hoe kunnen we dit proces vlot trekken en is het dan verstandig om het in verschillende fases onder te verdelen, dus eerst Holwerd aan Zee, dan Ameland en dan kijken of je dat samen kan voegen, omdat je meteen met elkaar aan de slag gaat. Maar dat zou kunnen. Ja, dat moeten we hier ook even met de man aan tafel bespreken. Toch nog een aantal vragen even. Het merk UNESCO, hè? Als je dat eenmaal mag gebruiken als streek. Wat levert je dat eigenlijk op qua toerisme en dergelijke? Nou ja, het levert je qua toerisme kun je inderdaad gebruiken om het te promoten. Het label. Het levert je ook op dat je onderdeel bent van dat wereldwijde netwerk van biosfeerreservaten. Binnen dat netwerk kun je het verder promoten. Je kunt een tweeling verband aangaan met een ander biosfeergebied. En je kunt ook van elkaar leren. Hè? Dus er zijn... één keer in de twee jaar is er een bijeenkomst van alle Europese biosfeergebieden. Daar kun je ervaringen uitwisselen. In het geval van Ameland zou ik denken, Isle of Man is ook een relatief nieuw biosfeergebied. Het is het hele eiland Man. Heeft zich ook heel sterk gericht op duurzame energie. Nou, Holwerd aan Zee kan natuurlijk zeker ook bij de Duitse Waddenzee Biosphere Reserves aankloppen om te kijken hoe men het daar heeft aangepakt.
Dus het levert je promotie op, het levert je een mogelijkheid ook op om met toerisme. Je kunt een netwerk van aan het biosfeer gerelateerde toerismeondernemingen opzetten. Je kunt bepaalde streekproducten, ook dat UNESCO-label, meegeven. Noem maar op. Ja, nog één vraag, want daar komen toch wel wat meer, of daar komen een aantal vragen over binnen. Dat is ook vanuit de landbouw, hè? Jolanda vraagt, ja, biosfeer zonder restricties. We mogen dus van uitgaan dat er voor dit gebied geen aanvullend of afwijkend landbouwbeleid komt ten opzichte van het landelijke. Klopt dat? Er zijn geen regels van bovenaf van zo moet je dit doen. Hè, er zijn wel regels over er moet aandacht besteed worden aan natuurbescherming in het gebied. Er moet ontwikkeling plaatsvinden en het idee is wel dat je gaat proberen om die ontwikkeling zo duurzaam mogelijk te maken. En je moet ook wel opereren binnen de kaders van de lokale wetgeving. En ik hoorde de commissaris van Koningin al over het omgevingsberaad. We hebben de nieuwe omgevingswet die eraan zit te komen. Die ook eigenlijk tot doel heeft juist om die scheidingswanden tussen die sectoren een beetje te slechten. En te komen tot een meer geïntegreerd beleid. Maar UNESCO gaat geen regels voor de boeren opleggen. UNESCO vraagt wel dat de verschillende belanghebbenden en ook de boeren met elkaar in gesprek gaan van hoe kunnen we dit gebied zo goed mogelijk inrichten dat en de boeren een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen zonder dat dat ten koste gaat van de omgeving. En die omgeving is natuurlijk voor boeren ongelooflijk belangrijk, want die werken met natuur. Dus het is voor hen ook superbelangrijk dat die natuur, dat ze daar ook de volgende generaties nog mee kunnen werken. Ja, nou, het is volgens mij duidelijk. Het is niet een stolp die over het gebied gaat, maar je moet je toch wel enigszins kijken hoe je erbij past. Blijf nog even hangen, Marja, want dan ga ik even naar de man hier aan tafel. Komt bijvoorbeeld een vraag binnen van Jolanda. Die zegt gaswinning bij Blaya en Ter Naard. Hoe verhoudt zich dat tot het biosfeerreservaat? Wie van jullie wil daar wat over zeggen? Ik denk sowieso, we gaan met elkaar een proces aan. Dat is een verkenning waar Mario ook al aangeeft. Ja, die gesprekken ga je ook met het hele gebied voeren. En dan is het ook logisch om te kijken, wat speelt wel mee? Waar kun je voordeel mee doen? Wat zeker niet? Zijn er plekken die je echt wil beschermen? En speelt dat het gebied in de kaart? En dat zijn de thema's waar je met elkaar over in gesprek gaat. Ja. Precies, maar goed, het is er. Mag je dan zeggen van nou ja, dat gaan we weigeren met z'n allen? Of, want dat is denk ik de achtergrond van zo'n vraag. Ja, maar het zou kunnen als het gebied dit aangrijpt om daar iets mee te gaan doen. Ja, dan moet je onderzoeken wat dat betekent en wat de mogelijkheden daartoe zijn. Als het gebied dat aangeeft. En dan moet je kijken hoe ver je daarin komt. Maar ja, dat is nogmaals ook aan het gebied. En dat moet je dus weer met elkaar gaan bespreken. Ja, ja, dat is heel duidelijk. Ja. Even nog een leuke vraag, of leuke vraag, eventjes een specifieke vraag tussendoor van Sophie Vermeulen. Is de kwelderontwikkeling waddengebied of biosfeer? Wie weet dat? Ja, Jan is kwelderexpert. Jan is kwelderexpert, nou dat is mooi. Volgens mij kan het beide zijn. Als je kijkt naar de Duitse buren, daar zijn ook dit soort gebieden. Vaak is dan het waddengebied is de core, zeg maar, de kern van de natuur. En landinwaarts zijn de andere zones meer ingericht. Dus de transitiezones, de ontwikkelzones. Dus volgens mij kan het beide. Ik denk dat er kan best een stukje overlap zijn in deze beide gebieden. Okay. Hè, dus die andere vraag was ook wel interessant. Hè, van Ameland erbij, een groter. En ik denk dat dat vooral ook deel uit gaat maken van de verkenning. Wat wij wel merken is dat het best wel tijd kost om met elkaar om tafel te komen. En dat, ja, zeker in deze tijd, dat het allemaal wat lastiger gaat. Je moet eerst wel een stevige basis hebben. Dus je moet wel met elkaar in gesprek zijn. En dan is het heel erg interessant om in die verkenning te kijken van oké, en hoe nu verder? Ja. Eerst hier maar eens even goed beginnen. Dat is denk ik wat je zegt. Ja. Dan nog wel een leuke vraag van Metzke. Zij is jager. En ze zegt, aangezien ik het nu al zo vaak het woordje beschermen heb gehoord, hoe staat dit thema in verhouding met jacht? Dat is misschien voor jou wel een mooie, Marja. Jacht is altijd een interessant onderwerp natuurlijk.
ook jagers, hè, de recreatie, maar ook jagers en boeren jagen natuurlijk soms ook op, mogen ook jagen op bepaalde soorten die schade aanrichten aan de landbouw. Jacht is zeker niet per definitie verboden. Daar gaat het helemaal niet om. Waar het wel om gaat is inderdaad ook, hè, dus jagers zijn in dit geval ook een belanghebbende en soms zit er overlap, want sommige boeren zijn ook jagers. Goeie vraag. Daar moet ook het gesprek over aangegaan worden, hè, van wat... hoe organiseren we die jacht? Hoe zorgen we dat de jacht bijdraagt aan het beheer en niet leidt tot schade? Maar dat is zeker ook een partij die meegenomen moet worden in de voorbereiding. Ja, dankjewel. Metzke is trouwens een man en niet een vrouw. Dat las ik even verkeerd. Sorry. Het zou mooi zijn, maar dat is... Je hebt een vrouwelijke jagers, hè? Ja, tuurlijk. Maar Jan, jullie moeten dus een behoorlijk lijstje maken van belanghebbenden. Ja, maar wij gaan er gewoon vanuit dat, zoals het gebied nu is, dat het zo blijft en dat het alleen maar gaan versterken. Dus dat er geen dingen afvallen. Ja. Dat is wel heel duidelijk, ja. Okay. Ik krijg nog één vraag binnen van Arjan Vink. En dat is ook eentje voor jou, Maria. Want zijn er al andere Nederlandse biosfeergebieden? En zo ja, hoe zien die eruit en hoe gaat het daar? Ja, nou, we hebben de Waddenzeegebied is inderdaad van de lijst afgehaald, maar komt nu via Holwerd gelukkig weer terug. We hebben Maasheggen, die zijn een paar jaar geleden hebben die een aanvraag ingediend en die is goedgekeurd door de commissie. Of tenminste, de commissie adviseert dan aan International Coordination Council. En die hebben dat advies overgenomen. Dat is ook, daar zitten ook veel boeren die in het begin ook een beetje angstig waren dat hen allerlei regels opgelegd zouden worden. En dit is een gebied dat probeert dus de Maasheggen ook te behouden in het landschap, ook met het oog op biodiversiteit en op belangrijke functies. De biodiversiteit van die heggen draagt ook weer bij aan de ecosystemen waar boeren weer gebruik van maken. Daar was ook in het begin, dat is ook een heel proces geweest, in het begin waren boeren ook een beetje angstig, van gaat ons dat niet te veel in de weg zitten? Daar is men uitgekomen en dat betekent niet dat men er voor altijd uit is. Je moet met elkaar in gesprek blijven en dingen veranderen. Maar ik had in de presentatie die ik had gestuurd zit een slide ook over het Nederlands kampioenschap Maasheggen vlechten. Een heel interessant educatieprogramma ook voor de jeugd over heggen. Er zijn allerlei activiteiten, ook met bezoeken aan boerderijen. Ik denk dat het een heel interessant gebied ook is voor jullie om daar contact mee te zoeken. Om te kijken hoe ze daar ook die gesprekken hebben georganiseerd. En we zijn bezig met Kempener Broek. Die willen ook graag een aanvraag indienen. En dat wordt een grensoverschrijdende aanvraag. Want dat is een gebied wat voor een deel al eigenlijk... door België en Nederland samen wordt beheerd. En zij zijn ook bezig met het indienen van een aanvraag. Oké. Dus dat is duidelijk. Daar kun je ook mee in contact treden. Goed. Marja, we gaan afsluiten. Dankjewel. Je blijft er natuurlijk bij om te kijken wat er allemaal nog gezegd wordt. Fijn dat je er even was. En ook bedankt dat je zo flexibel was met het beantwoorden van de vragen. Je weet er natuurlijk alles van. En als jij in de chat een aantal vragen voorbij ziet komen, dan mag je daar gerust op reageren. Jouw collega Marieke doet het ook al. Maar ik zie ook dat er gereageerd wordt vanuit mensen van Maasheggen bijvoorbeeld, die al even een antwoord geven. Dus dat is ontzettend fijn. Dank je wel daarvoor. Ja, dan gaan wij naar... we gaan van landelijk gaan we nu naar regionaal of lokaal. En Marco, jij hebt een presentatie mee om te kijken van hoe dat vliegwieleffect nu is eigenlijk vanuit Holwerd aan Zee tot aan het biosfeer. Dus je hebt de presentatie klaarstaan. Ga je gang. Ja, we staan hier vanzelfsprekend in het mooiste biosfeergebied wat er natuurlijk is. We zijn weliswaar nog kandidaat, maar
Ik hoor Marian net ook vertellen over dat je ook van die andere gebieden heel veel gebruik van kan maken als het gaat over kennisuitwisseling. Nou, wij hebben hier een selectie gemaakt, we zijn zo vrij geweest. Er zijn er 701 of 704 inmiddels gebieden op de wereld. En kennisuitwisseling is ook voor ons natuurlijk wel een hele mooie reden om ook alvast deze hele mooie gebieden te gaan bezoeken. Dus voor ons is het misschien ook wel een doel om vooral heel veel excursies te gaan organiseren. Maar goed, als we kijken naar de opgaven en de kansen die er in het gebied liggen, dan denk ik dat het goed is dat we die kennisuitwisseling ook optimaal kunnen inzetten om al deze vragen te beantwoorden. Het zijn mondiale opgaven, landelijke opgaven, het zijn regionale opgaven. En daar moeten we met elkaar, moeten we daar als gebied mee aan de slag. En het is niet zo als je niks doet. Je hoort ook wel eens, het moet zo blijven zoals het is. Nou, ik denk dat dat een utopie is, maar het is ook niet zo dat niets doet niks kost. We hebben laten onderzoeken en we zijn getriggerd door een eerder MKBA vanuit Holwert. Dat als je niks doet, en dan kijken we nu naar het gebied van Noord-Eerst-Friesland, de gemeente waar ook Holwert ligt. Als je niks doet, dan kost het ook al tussen 150 en 260 miljoen aan daling. En eigenlijk zou je dat om moeten draaien. Moet je diezelfde 150 tot 260 miljoen moet je inzetten om met het gebied integraal te gaan ontwikkelen. Want het gebied kun je het beste beschermen door te ontwikkelen. Nou, Holwert aan Zee is daar een heel mooi en kenmerkend voorbeeld van. Het is een integraal gebied waarmee economie en natuur hand in hand gaat. En Holwert aan Zee laat ook zien, denk ik in die zin, dat wat dat betreft alles mogelijk is. Want wie heeft ooit kunnen bedenken dat je een gat in de dijk maakt? We zijn niet voor niks heel lang geleden daar heel vaak om uitgelachen. Maar je wil het gebied ook altijd vooral meegeven dat er veel meer mogelijk is, denk ik, dan dat we met elkaar denken. En Holwert aan Zee kost dan op dit moment 63 miljoen. En het kan niet zo zijn dat je die 63 miljoen alleen investeert op de mensen uit Holwert. Het is een van de redenen waarom wij nu met Biosfeer Waddenkust aan de slag zijn. Om ook te gaan kijken hoe kunnen we het gebied zo optimaal mogelijk laten profiteren van een ontwikkeling als Holwert aan Zee. En daarom zien wij Holwert aan Zee ook als groeimodel om zo langs de hele kust optimaal te profiteren van de ontwikkelingen en de projecten die daar gaan spelen. Bij Holwert aan Zee hebben we geleerd uit een MKBA van 2018 dat het kost 63 miljoen, maar het levert meer dan 63 miljoen op. En als je dan de calculator pakt, wat zou dan het potentieel van het hele gebied zijn? Dan is het heel erg interessant om daar als gebied met elkaar naar te gaan kijken. En vandaar dat wij ook als gebied samen willen bouwen aan onze identiteit. Wie zijn wij? En die identiteit kun je heel goed positioneren als bestemming in die hele grote Waddenkust. Want als je naar de Waddenkust kijkt, naar die kaart, dan zie je overal prachtige dorpen liggen. Je ziet er nog een aantal steden liggen. Maar waar ga je dan als bezoeker, waar ga je dan naartoe? En ik denk dat hier een prachtige mogelijkheid ligt om je te positioneren als mooie bestemming in dat Waddengebied. En niet alleen de eilanden, maar zeker ook de vaste kust. Wat dat betreft is de kandidaatstelling niet alleen een doel, maar het is ook een prachtig middel om met elkaar dit proces aan te gaan. Met het gebied hebben we dan ook gekeken, wat zijn dan dragers van dit gebied? En je ziet aan alle opgaven die er spelen, veelal wordt heel sectoraal ingestoken. En het is juist de kunst dat je dat integraal bekijkt. Als we kijken naar natuur, zijn we ook met de natuurpartijen aan het kijken in het gebied, hoe kunnen we een prachtige natuuragenda met elkaar bouwen. En het bijzondere in dit gebied is dat we, als we kijken naar natuur, dat we ook boeren aan laten sluiten bij de ambities vanuit die natuuragenda. Dat doen we met de landbouwagenda net zo. Ook bij de landbouwagenda zitten gewoon weer ecologen aan tafel. En uiteindelijk doen we dat ook met de economie. Landbouw is ook economie, maar we zitten ook met andere sectoren economisch aan tafel. Hoe ziet jullie agenda eruit voor de langere termijn? Maar zeker ook voor de korte termijn. En uiteindelijk gaan we ervoor zorgen dat al die agenda's in elkaar schuiven en dat je één integrale uitvoeringsagenda ontstaat. En dan denk ik dat het goed is. Ik noem even één voorbeeld van de landbouwagenda, een toekomstgerichte landbouwagenda. En daarbij staat het verdienvermogen, dat staat centraal. Het verdienvermogen is het uitgangspunt waarmee je gaat ontwikkelen. En je moet borgen dat het verdienvermogen wat er op dit moment is, vaststaat. En vanuit dat perspectief kun je doorontwikkelen. Dus je zal het verdienvermogen moeten verbeteren om te investeren.
Bijvoorbeeld investeren in biodiversiteit, maar ook te investeren op die landbouwagenda. Dus wat dat betreft kun je stellen dat de plus op de biodiversiteit een plus is op de verdiencapaciteit. Het moet geen sigaar uit eigen doos zijn. Een andere drager is om te gaan kijken, ja, waar zijn we als gebied uniek in? Het Dark Sky is een unique selling point voor ons gebied. En er liggen mogelijkheden om te verkennen hoe kunnen we dat unique selling point nog sterker maken. Dus vandaar dat we ook aan het kijken zijn van kunnen wij met een Dark Sky community een internationale aanduiding krijgen om dat gebied nog sterker te etaleren. Nou, COVID is een mooi voorbeeld dat gezondheid steeds belangrijker wordt. En wij hebben een gebied die uitnodigt tot gezondheid. Het is niet voor niks dat wij vorig jaar ontzettend veel bezoekers hebben mogen verwelkomen in ons gebied. Dus in die zin denk ik ook dat er kansen liggen om aan de slag te gaan met gezondheid langs die Waddenkust. Hoe kun je daar een verdienmodel op maken? En zo zie je ook dat Sense of Place bezig is om overal langs de kust kunst toe te voegen aan het landschap, landschapkunst, zodat je als bezoeker, maar zeker ook als bewoner, met andere ogen naar je gebied kijkt. En met het gebied hebben we ook gekeken wat zijn nou bouwstenen, ideeën om het gebied vooruit te helpen, om het gebied te ontwikkelen. Nou, een van die bouwstenen kan de pier van Holwert zijn, kan ook de pier van Ameland zijn. En nu is het een heel functionele pier. En je wil eigenlijk dat die pier of de pieren een prachtige groene loper gaan worden binnen dat UNESCO Werelderfgoed. Waarbij je functies toevoegt en ook werkt aan de bereikbaarheid van Ameland. Als je kijkt naar de pier en bereikbaarheid Ameland, kun je als gebied ook nadenken hoe ziet ons vervoer eruit over die Waddenzee. Doen we dat op de huidige manier of gaan we het vervoer enorm vergroenen? Gaan we werken aan bootjes die kunnen vertrekken van bijvoorbeeld Holwert of op Holm of Nes, die gewoon in een kwartier aan de andere kant zijn. Die varen op waterstof, windenergie en zonne-energie. Maar je kan ook nadenken hoe je slip, wat betreft ligt Holwert op de perfecte plek als je het hebt over slip, want daar ligt er genoeg. Als je slip in kan zetten als bouwsteen om te gaan werken met slip, ja, dan ontstaan er ook weer nieuwe kansen om bijvoorbeeld te werken om nieuwe kwelders aan te leggen. Kwelders die helpen in de nieuwe dijkversterkingsprogramma of kwelders die ons gaan helpen om waterveilig te zijn. Maar je kan ook nadenken, hoe maak je die kwelders integraal? Kun je daar ook landbouw aan koppelen? En je ziet nu heel snel de wens dat je vooral natuur binnendijks op moet lossen, maar je kan ook en-en doen. Je kan ook nieuwe kwelders maken om daar alvast te gaan pionieren en te werken aan landbouwopgaven. Om uiteindelijk te gaan kijken, hebben we het daar onder controle, kunnen we het naar binnen brengen. Een andere drager van het gebied is de Holwertervaart. Aan die Holwertervaart liggen heel veel prachtige dorpen. Hoe kun je nou zorgen dat die Holwertervaart zowel een plus geeft aan de dorpen, economisch, vanuit recreatie en toerisme. En hoe kun je ervoor zorgen dat boeren zijn geholpen met meer zoetwaterberging. Hoe kun je ervoor zorgen dat vissen meer toegang hebben vanuit de Waddenzee het binnenland in? Dat zijn allemaal koppelkansen die je aan zo'n Holwertervaart kan koppelen. Een andere mogelijkheid die er ligt is dat je Dokkum als stad, als vestingstad van het Wad positioneert. Dat Dokkum weer een open verbinding heeft met de zee. Maar het is niet alleen Dokkum die aan zee ligt. Je brengt ook alle dorpen langs die Holwertervaart weer aan zee. Een mooi voorbeeld is de sloepenroute van Raad. Een mooi voorbeeld is ook de ambities die er liggen in dorpen als Handom en Tenaat. Hoe kun je ervoor zorgen dat die waterverbindingen weer gaan ontstaan? Nou, is daar ook behoefte om dit soort ontwikkelingen te gaan doen? Nou, wij weten inmiddels uit onderzoek dat de cultuur- en de natuurtoerist juist op zoek is naar dit soort gebieden. En veel ligt er al, we doen het al, maar we kunnen dat nog sterker etaleren en positioneren. Dan is de belangrijkste vraag ook hoe je dat doet. We weten al heel goed wat je wil gaan doen en waarom we dingen moeten doen, maar hoe doe je dat? En ik denk dat vanuit Holwert en Zee er een mooi voorbeeld is gegeven dat we in dit gebied werken in co-creatie. Dat betekent dat je zowel top-down als van onderop invulling geeft aan de vraagstukken die er liggen in het gebied. Dat doe je dus met faciliterende overheden. Geen overheden die bepalen hoe het moet, maar dat je samen met het gebied die opgaven beetpakt en daarmee aan de slag gaat. En we laten ons faciliteren door netwerken en expertise van buitenaf. Wat dat betreft is dit een hele mooie kans om vooral onze omgeving te beschermen door te ontwikkelen.
En dat heeft voordelen. De voordelen is dat je een ontwikkeling gaat lopen die van, voor en door iedereen is. Draagvlak is belangrijk om invulling te geven aan die transities. En als je het met elkaar doet, heb je ook vertrouwen van elkaar dat we het op de goede manier doen. Dat zorgt ook voor een gunfactor als je opgaven wil gaan financieren. En belangrijk denk ik, als je bezig bent met al die grote transities die op ons afkomen, dat je de taal van de streek spreekt. De taal van de mensen al hier. En dat doen we door te gaan werken in werkateliers. Werkateliers zijn ateliers, plekken waar mensen samenkomen. Niet alleen inwoners, ook ondernemers, ook bestuurders, ook ambtenaren, wetenschappers, onderwijs. Iedereen bouwt met elkaar vanuit zijn eigen bijdrage, zijn eigen sterkte aan de vragen die er liggen in het gebied. Maar dat vraagt vernieuwing. Maar bovenal vraagt het heel veel lef. Lef om het gewoon te gaan doen. En dan kun je afvragen, ja, wat levert het mij op als individu? Wat levert het mij als ambtenaar op? Wat levert het mij als bestuurder op? Deze ontwikkeling is gebiedsgericht, dus automatisch ook integraal. Het is een prachtig voorbeeld wat aansluit op de nieuwe omgevingswet die er komt. Draagt ook heel goed bij aan de bestuurlijke vernieuwing. Je kan er heel veel over praten, maar soms moet je het ook gewoon gaan doen. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Dit is een mooie voorbeeld om niet te praten alleen in investeringsagendas, maar dat moet vooral om uitvoering gaan, een uitvoeringsagenda. En als laatste, belangrijk, je moet het laten zien, je moet het doen. En niet over vertellen, je moet gewoon laten zien wat je doet. Op deze manier dragen wij heel goed bij aan de SDG's, de Sustainable Development Goals. We hebben een student gehad die ons de keurig op heeft gewezen dat we eigenlijk al aan 8 van de 17 doelen voldoen. In die zin is de vraag hoe ook werken met het onderwijs. En daar kan Jan eigenlijk nog veel meer over vertellen. Dankjewel Marco. Ja, dan gaat Jan eventjes even een klein changement. Omwille van de tijd, Jan, ik zou zeggen, steek me van wal. Ik snap dat er nog eventjes wat klaargezet moet worden qua presentatie. Volgens mij ook. Even over die presentaties, er komen vragen binnen. Mensen willen graag de presentaties hebben, die zetten we online. Ja, zetten we allemaal online. Op Holwert aan Zee, hè? Daar is alles te vinden. Ja. En ook de uitzending zelf is over 3 dagen is die uitgeknipt en wel. En dan is hij ook daar te vinden en dus terug te kijken. Ja. Yes. Ja, Marco heeft het al aangegeven. Hoe doen we dat? We gebruiken natuurlijk de expertise van het gebied zelf. We gebruiken ook externe expertise, maar ook de expertise van het onderwijs. En de biosfeergebieden over de hele wereld, die worden eigenlijk gezien als proeftuinen voor duurzame ontwikkeling. Hè. Voor UNESCO is het onderwijs ontzettend belangrijk. Vooral gericht op innovatie, creativiteit, nieuwe ideeën en kennisopbouw. En het doel daarvan is natuurlijk om die kennis ook uit te wisselen, zodat je kunt leren van elkaar. Dus een biosfeergebied is een laboratorium voor verandering. En dat sluit prachtig mooi aan bij ons Living Lab, wat we in 2014 zijn begonnen. Was toen vooral bedoeld voor opdrachten, voor vragen, voor de ontwikkeling van Holwert aan Zee. Heel praktisch, met beide voeten in de klei. En wat jullie nu ook zien op de sheet, dat zijn Jesse en Peter die die een onderzoek doen om de geschiktheid van de klei te onderzoeken voor dijkversterking. En dat hebben ze ontzettend goed aangepakt. Het is een voorbeeld van hoe je ook het bedrijfsleven daar goed bij kunt gebruiken. De mannen hebben 2 dagen geboord, hebben tot 6 meter diep geboord, hadden 3 dagen spierpijn. Maar dat bedrijfsleven is ingesprongen om met hun laboratoriumproeven de testen te doen. Dus volgens alle NEN-normen en die er bestaan. En daar komt dan weer een heel mooi rapport uit. Mooi voorbeeld. Wat ook veel gebeurt, dat is ontwerpend onderzoek. Dus onderzoek van studenten naar de manier hoe we havens, recreatieterpen, recreatiewoningen inrichten, vismigratie, zouttolerante tilt. En hoe je bijvoorbeeld de Holwertervaart maakt tot een toeristische, ecologische, duurzame landbouwverbinding. Maar ook de make-over van de pier, waar Marco het ook over heeft gehad. Maar een goed voorbeeld is ook de dijkrijperij. Dat was een onderzoek uitgevoerd door verschillende groepen van in Holland Hogeschool in Delft. Hebben onderzocht hoe je zo'n kleirijperij vormgeeft. En al gauw gaat dan de discussie over, moet die binnendijks of buitendijks? Studenten van in Holland die bedenken dan, nee, dat kan ook in de dijk. Dus in de lengterichting van de dijk over een paar kilometer. En dat noemen we dan een dijkrijperij. Ja, dat is iets, dat kunnen alleen studenten bedenken. En dat is waardevol.
Wat studenten ook heel goed kunnen is om het gebied vooruit te helpen, om het gebied beter boekbaar, beleefbaar en vindbaar te maken. Dus hulp bij productontwikkeling, arrangementen, ondersteuning van ondernemers met kennis en best practices. Ook om het bewustzijn te vergroten, bijvoorbeeld die dark sky, wat kun je daarmee? Of nieuwe onderwerpen zoals augmented reality of geocaching. Dat zijn voorbeelden van onderzoeken. We hebben ook een heel mooi onderzoek gehad over de meerwaarde van de biosfeergebieden. Dat leverde dan hele positieve rapporten op en daar gaan we dan vervolgens weer mee verder. En ja, het laatste voorbeeld. Deze week is een student van de Thorbecke Academie begonnen en die verdiept zich in de kansen en mogelijkheden voor een Green Deal. Vandaar dat Frans Timmermans ook midden nog even in het scherm staat. Enfin, we zijn dus vanaf 2014 bezig, meer dan 550 studenten uit meer dan 20 landen, dus meer dan 20 nationaliteiten. Dat houdt het ontzettend afwisselend. Deze week nieuwe afstudeerders begonnen, volgende week weer een nieuwe groep van In Holland Hogeschool. En deze maand ontvangen we ook de eerste groep van de RUG Campus Friesland. Nou, ik hoop dat we van zomer, deze zomer weer de Summer School kunnen doen van de RUG. En in september dan hebben we weer nieuwe groepen van NAL Stenden. Onderwijs, ontzettend belangrijk dus voor Holwert aan Zee, maar ook voor het hele gebied. Studenten kijken met andere ogen, zijn nieuw in het gebied en kunnen denkpatronen doorbreken. En ja, er is nog best wel veel te doen, dus het is een uitdaging ook voor het onderwijs. En ja, studenten zijn altijd, zijn altijd welkom. Het onderzoeksrapport staat op de web, of het onderzoeksprogramma staat op de website van Holwert aan Zee. En die studenten die verbinden hun kennis met de vragen uit het gebied. En daarom sluit ik ook graag af met een oproep richting het gebied, richting de ondernemers, richting de dorpen. Mochten jullie nog vragen hebben, leg ze bij ons neer. Maken we daar een onderzoeksvraag van en proberen we daar de juiste studenten bij te krijgen. Nou, met deze oproep sluit ik mijn presentatie af. Dankjewel, Jan. Nou, dit is dus het onderdeel educatie. Er kwam ook een vraag over binnen. Nou, volgens mij is die voldoende beantwoord. We gaan nu snel naar de mensen die wonen in de regio. Het gebied aan het woord, want dat willen wij wel eens weten. Hoe daar wordt gedacht over de kansen. En de eerste met wie ik spreek is Marjolein Boonstra. Dag Marjolein. Hey, hoi. Hey Marjolein, jij bent bezig met het masterplan van Holwert, dus jij zit er middenin. Ja, is een grote verandering weer in het gebied, hè? Is nu al gaande, dit kan er dan bij komen. Wat voor kansen zie jij hiervoor? Ja, ik zie eigenlijk hele grote kansen, want wat je ziet met het masterplan waar we mee bezig zijn, is de inwoners van Holwert betrekken bij grote thema's die voor ons gebied en voor ons dorp belangrijk zijn. Holwert aan Zee is daar natuurlijk één van, maar ook onderwerpen als duurzaamheid, wonen, zijn allemaal thema's die op ons afkomen en waar vraagstukken leven. En daar willen we heel graag samen met de inwoners mee aan de slag. En wat je nu ziet, en ook nu weer een beetje in dit symposium, hè, we praten er heel veel over, maar wat gaan we nu eigenlijk doen met elkaar? En nou, in Holwert zijn we daarmee gestart en er zijn ook andere dorpen om ons heen die daar initiatieven in zetten. Maar de kansen die ik zie is dat we daarin gaan samenwerken. En wat ik merk, ook al door dit proces, en volgens mij gaf Maria het ook al aan, het is een proces waar je met z'n allen doorheen gaat. En je merkt nu al, we zitten al wat vaker bij elkaar als dorpen, je zoekt elkaar op. Er zijn bijvoorbeeld hele mooie initiatieven bij Bleia, hè, waar ze fruitbomen hebben geplant, waar ze inwoners hebben opgeleid tot snoeiers. Ja, dat concept kunnen wij overnemen als Holwert. Het concept kan tenaat overnemen, maar je kunt het ook met elkaar gaan doen. He, dus ik zie ook wel een nog een stap verder, is dat je zou kunnen zeggen van nou, de dorpen die nemen elk een thema en zorgen voor alle dorpen dat het thema wordt ingevuld. Nou ja, dat zijn kansen die ik door dit traject wel zie gebeuren. Ja, dus we zijn er nog niet, we moeten nog met z'n allemaal opstarten, maar dat zijn wel de vergezichten die er zijn volgens mij. Maar de broeit wat en volgens mij was het ook behoorlijk druk hè, afgelopen zomer al. Dan weet ik dat het bij jullie altijd speelde, hè, de krimp en de dorpskroeg die dan weer leeg was en omdat er niemand kwam. Droom jij van een volle dorpskroeg en een plein waar Duitsers, Nederlanders, wie dan ook allemaal maar komen straks? Jazeker, het hoeft niet heel super druk te worden, maar de specifieke cultuur-natuurtoerist naar ons toe trekken, dat zou heel fijn zijn. En het zou natuurlijk heel gaaf zijn als de terrasjes weer vol zitten, dat op zondagochtend we de geur van de broodjes van de bakker met elkaar ruiken, dat de lokale ondernemers streekproducten ontwikkelen, serveren in de restaurants en dat onze basisschool niet drietalig, maar viertalig wordt. Dus ook maar Duits erbij. Naast Engels, Nederlands en Fries.
Oké, dat is een mooi vergezicht. Dankjewel, Marjolein. Jan de Graaf, hebben we ook contact mee. Jan is ex-voorzitter van Dorpsbelang ten Aard. Ook boer, hij heeft vee lopen in de kwelder en wil ook zich ook graag aansluiten bij Hoofd de Zee. Dag Jan. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, er is heel veel voorbij gekomen. Wat het is volgens jou vanuit ten Aard de kans en de winstmogelijkheid? Waar Hoofd de Zee nu mee bezig is met een maag, of nee, waar Dorpsbelang mee bezig is. Is een masterplan. En zo hebben wij een aantal jaren geleden de dorpsvisie opgesteld. En nu kwamen natuurlijk heel veel ideeën en oplossingen in voor. Zo hebben wij in het dorp een camping. Nou, die kan wat groter worden. We hebben veel B&B's. Daar kan door dit verhaal alleen maar beter worden. Door eventueel dat label erop te plakken. En er wordt al jaren gesproken over de opvaart in Dorkum. Dorkum Holwert, maar er is ook nog een opvaart Dorkum ten Aard, Wierum. Die willen we graag hier ook weer wat in meenemen. Met natuurlijk vriendelijke oevers misschien. Er zijn heel veel dingen uit voortgekomen. Een ommetje langs de ene kooi. Het balsje Likje. Dat is dan eigenlijk de foto die nu mooi in het beeld staat. Met de kandidaatstelling. Dat is bij ons achter de dijk. Dan komt dan eventueel ook wat al eerder genoemd is, de camera Batavia. Dat we dat gebied ook weer meer als plusje voor de toerist kunnen. Ja. Dus heel erg gericht op de toerist. Jan, we krijgen natuurlijk wel wat vragen binnen ook over de landbouw. Hè? Want daar speelt toch van alles. Jij bent veeboer. Je hebt vee. Ja. Zie jij dit als een bedreiging of zie je dit als een kans ook voor jouw sector? Nou ja, het is een kans, alleen we moeten er met z'n allen goed aan denken. Het is natuurlijk, er komt de laatste weken of de laatste half jaar heel veel op de landbouwer in dit gebied af. Ik noem gaswinning, ik noem dijkversterkingen, ik noem de waddenagenda, allemaal bekend bij iedereen. En uiteindelijk komt het allemaal bij ons op het bordje. Er moet goed overleg van hoe we dat met z'n allen doen. Ja, want op het moment dat jij allemaal leuke streekproducten verkoopt, maar je kan straks niet je hoofdberoepen uitvoeren, dan wordt niemand blij van dus. Ja, het moet zoals Marco straks al zei, het moet wel een plusje wezen, een verdienmodel. Anders hebben we er hier in dit gebied helemaal niks aan. Oké, nou dat is helder. Jan, dankjewel. Marjolein ook bedankt. Het was even gluren in de streek, hoe het daar ervoor staat. Nou, dat ziet er goed uit, man, of niet? Toch wel positief. Ja, ik vind dat heel positief dat je ook ziet dat die samenwerking ontstaat. Hè? Het is niet alleen samen dromen en ambities formuleren, maar je ziet los van kennisuitwisseling dat je ook alleen samen het gebied vooruit kan helpen. Door ook samen vooral te doen, hè? Samen te werken. En dat inspireert elkaar. Ja. Nog één vraag, die komt de hele tijd bovenaan. Dan gaan we even snel beantwoorden voor de pauze. Wie dient nou zo'n aanvraag in? Is dat nou de overheid of zijn het particulieren? Naar ik weet dient het gebied het in. En een gebied is een samenwerpsel van. Dat zijn jullie dus, met elkaar. Samenvoeging, ja. Oké, helder. We gaan er even uit voor een pauze. Misschien dat u even denkt, nou, voeten strekken of even een kopje koffie. Of misschien heeft u dat al gedaan. Niemand kan het controleren natuurlijk, daar achter die laptop vandaan. In de tussentijd kunt u kijken naar prachtige beelden van die mooie biosferen over de wereld. Dat hebben we aan elkaar gezet. Daar kunt u echt even van genieten, ziet u ook wat het is. En als we straks terugkomen, dan hebben we de carousel van kansen. Gaan we met vijf personen die heel veel weten van bijvoorbeeld economie en recreatie kijken. Wat zijn nu de kansen? En we hebben ook, en dat is bijzonder, contact met Diederik Samson. Hij laat zijn licht schijnen over dit onderwerp. Hij is kabinetchef van de Europese commissaris Frans Timmermans. En hij doet ook mee aan die Green Deal. En ik ben ontzettend benieuwd wat hij hiervan vindt. En dat gaan we ook nog doen, want er komen nog heel veel mensen voorbij. We gaan even gluren bij de buren in Duitsland. Dus tot zo en geniet even van die mooie filmpjes die nu voorbij komen. Nou, iedereen heeft er eventjes de benen gestrekt, de koffie, misschien hebben we het toilet geweest. We beginnen weer. Welkom terug bij Mens en Biosfeer, het symposium. En de Waddenkust ontwaakt, dat is het thema. En het gaat over het kandidaatschap van de streek, Holwert en Dokkum en de dorpen, om een biosfeer te worden. Nou, onze eerste gast is Diederik Samson, kabinetchef van, van onze Europees Klimaatcommissaris, Frans Timmermans. Welkom. Goeiedag. Weer eventjes digitaal op Frieske Groen. Hoe is dat voor u? Nou, dat is mooi. Ik kan geen Fries terugpraten hoor. Ik versta het alleen. Maar als ik het ga spreken, dan gaan jullie allemaal heel hard lachen. Dus dat doe ik dan niet. Maar inderdaad, mijn roots liggen bij jullie, daar in de buurt. Ja,
Nou, fijn dat u er bent. We hebben het natuurlijk over heel veel dingen over klimaat. Hè. U bent druk bezig met de Green Deal en noem maar op. Ik ben wel benieuwd naar hoe u kijkt naar zoiets wat van onderop hier ontstaat in het noorden van Friesland. Wat vindt u daarvan? Heel mooi, omdat het eigenlijk gewoon de essentie is van waar de Green Deal voor staat. Het in evenwicht brengen van mens en natuur. Dat evenwicht is verstoord op heel veel plekken, eigenlijk op onze hele planeet als geheel. En dat moeten we terugbrengen met hele grote dingen zoals klimaatmaatregelen en 55% CO2-reductie. Maar dus ook met gewoon lokaal acties die ervoor zorgen dat natuur en mens samen kunnen optrekken en de natuur kunnen herstellen. Ja, nou, u zou even samen met ons een beetje een soort een blik werpen op hoe dat dan verder gaat en wat uw visie daarop is. Nou, ik zou zeggen, u heeft 10 minuten. Daarna roep ik iedereen op om vragen te stellen die er zijn, want er komen nog heel wat vragen binnen. En het lijkt me ook leuk om even wat interactie met u dan te hebben. Dus ik zou zeggen, ja, de vloer is van u. Ja, dankjewel. En misschien doe ik het nog wel iets korter, want dan hebben we nog iets meer tijd voor die vragen. En inderdaad alvast gefeliciteerd met het kandidaatschap. Dat moet nog, natuurlijk allemaal nog goed aflopen, maar laten we kijken hoe ver we komen. Ik ken het gebied op twee manieren. Uiteraard de boot naar Ameland, vele malen genomen als jonge jongen en daarna ook nog zelf als student. En Dokkum om doorheen te schaatsen met de Elfstedentocht en de Elfgemeententocht ook nog in der tijd. En het is een fantastisch gebied. En ik zei al, het is eigenlijk wat jullie aan het doen zijn, is de essentie van de Green Deal. En om dat toe te lichten, neem ik jullie even mee terug naar een heel ander tijdperk, namelijk pre-corona. Dat is iets meer dan een jaar geleden. En toen presenteerden wij in de Europese Commissie de Green Deal. Het plan om Europa en eigenlijk daarmee ook de rest van de wereld op sleeptouw nemend weer in duurzaam evenwicht te brengen. En de Green Deal verschilde van, laten we zeggen, normale milieuplannetjes die je vaak uit Brussel ontvangt, op 3 manieren. Allereerst die ambitie. Voor 1 keer waren politici nou eens een keer niet gegaan voor, laten we zeggen, het haalbare, het betaalbare, de lowest common denominator, zoals dat dan in mooi Engels heet. Nee, voor 1 keer hadden we opgeschreven wat er gewoon nodig is om ons ecosysteem voor toekomstige generaties te behouden. Dus klimaatneutraal in 2050, volledig circulair in 2050, maar ook het stoppen van het verlies aan biodiversiteit en het stoppen van alle verdere vervuiling. Want als je appels en peren zou kunnen vergelijken, is het verlies aan biodiversiteit misschien nog wel een grotere bedreiging voor toekomstige generaties dan klimaatverandering. En zo hadden we die ambitie neergezet. En daarmee komen we eigenlijk ook meteen bij het tweede onderscheid tussen de Green Deal en normale milieuplannetjes en dichter bij de essentie van wat jullie aan het doen zijn. Want de Green Deal was dus niet een plannetje voor transport en dan nog eens een plannetje voor landbouw en dan iets anders voor natuur en oh ja, ook nog iets voor water. Nee, 1 samenhangend plan om dat ene ecosysteem weer op orde te brengen. En als je erover nadenkt, is dat natuurlijk ook heel logisch. Hè? In ons ecosysteem hangt ook alles met alles samen, zoals we nu maar weer ervaren in deze pandemie. En het derde, waarin de Green Deal verschilde met normale milieuplannen, is dat het eigenlijk geen plan is, geen milieuplannetje was. Het is een plan voor de gehele samenleving, als geheel. Dus het gaat ook over economie. En het gaat ook over nieuwe innovaties, waar mensen iets aan hebben. Het gaat natuurlijk ook over natuur en over het evenwicht daartussen. En dan komen we dus bij de essentie van wat jullie aan het doen zijn. En daarom past zoiets als man en biosfeer, man en ecosysteem, ook zo goed in de aanpak die wij hebben gekozen. Loopt die aanpak nou vertraging op of loopt die gevaar door corona? In eerste instantie zou je natuurlijk denken van wel, hè, want dat hebben we wel eens eerder meegemaakt. Dat politici eindelijk de moed hadden verzameld om een lange termijn visie neer te zetten, een stip op de horizon te schetsen en daar dan naartoe te werken met lange termijn plannen. En dan kwam er iets voorbij wat alle aandacht vergt. Al het kapitaal opmaakt, ook het politieke kapitaal. En daar gaan we. En nog geen 13 jaar geleden wandelde Al Gore Europa in met een film, An Inconvenient Truth. En hij begeesterde Europa. En de Europese leiders waren ervan overtuigd dat klimaatverandering het belangrijkste urgente probleem was om aan te pakken. En ze maakten ook plannen. En toen kwam Lehman Brothers, dat viel om. We werden de financiële crisis ingezogen en nooit meer wat vernomen van Al Gore en zijn film.
En deze keer had het dus net zo kunnen gaan. Maar deze keer is het anders gegaan. En dat is mooi. En de oorzaken daarvan zijn legio. Zijn in ieder geval niet dat er nu betere beleidsmakers of betere politici zijn dan toen. Maar de maatschappij is veranderd. De omstandigheden zijn veranderd. En nu kan het dus wel. Ook in corona, of juist in coronatijd, kunnen we extra aandacht geven aan de ontwikkeling van duurzaamheid. Het in evenwicht brengen van onze activiteiten met die van de natuur. En doen jullie dat nou daar in onze ogen op de juiste manier? Nou, ik ben natuurlijk niet de jury, maar wat mij betreft wel. Als je kijkt naar een heel belangrijk aspect, landbouw, dan gaat het bij natuurbehoud niet om het laten verdwijnen of het verminderen of het terugtrekken of het verhuizen van landbouw. Nee, het gaat juist om landbouwmethodes die in evenwicht zijn met het ecosysteem. Waardoor zowel boer als natuur met elkaar kunnen samenleven en er ook gewoon economische bedrijvigheid kan plaatsvinden. We hebben dat in Europa vormgegeven in de strategie die de welluidende naam Farm to Fork heeft gekregen, van boer tot bord zou je kunnen zeggen. Maar dat komt er samengevat op neer dat we willen streven naar een nieuw landbouwbeleid waarin de duurzaamheid in samenhang wordt gebracht met productie. Gezonder voedsel, eerlijker voedsel en een natuur die rekening houdt met biodiversiteit. En volgens mij is dat precies wat jullie daar aan doen zijn. Naast nog al die andere zaken die zo van belang zijn. Waterbeheer, aanpassen aan klimaatverandering, stijgende zeespiegel, verzilting misschien wel. Wij komen over nog geen 2 weken met een nieuwe strategie vanuit Europa die precies daarover gaat. Over het aanpassen aan die klimaatverandering die helaas al gaande is. We moeten de ergste klimaatverandering stoppen, maar helemaal tegenhouden. Dat lukt ons niet meer. Daarvoor zijn we gewoon te laat begonnen en zullen we ons dus moeten aanpassen. En ook dat gebeurt in jullie gebied bij uitstek op de juiste manier. Gebruikmakend van de natuur. Dus niet zomaar hogere dijken bouwen, maar de natuur de ruimte geven en omgaan met die veranderende omstandigheden. Kort en goed, jullie zijn wat mij betreft een heel klein stukje Green Deal in Europa. En ik wens jullie alle succes met de voortgang ervan. Nou, hartelijk dank. Er komen heel wat vragen binnen. Eén daarvan, en dat gaat, het is niet verrassend, ook over de landbouw. Van Fanny Rijtsma Hazelhof. Dit gebied is vooral een zeer belangrijk gebied voor de pootaardappelteelt. Dat is de pijler onder de akkerbouwbedrijven. Ja, hoe wordt hier rekening mee gehouden? Dat is natuurlijk een vraag aan de heren hier, denk ik. Maar ook even aan u. U zegt dat al, ja, je moet ze niet weg willen hebben, hè, die landbouw. Hoe kun je die mensen geruststellen die toch denken, ja, maar wij zijn er jarenlang of wat al eeuwenlang daar aan het werk en nu in één keer moeten we weg? Of worden we misschien wel veranderd? Ja, veranderen. Ja, en dat is nooit een gezellige boodschap. Hè. Daar moet je ook nooit te licht over denken. Dat realiseren we ons maar al te goed. Dat gaat overigens ook over hele andere sectoren. Hè. Mijnwerkers in Polen, Silesië, Noord-Griekenland. Die eeuwenlang ons van welvaart en energie hebben voorzien. En dan opeens te horen krijgen dat wat ze doen niet deugt. Dat is niet de juiste boodschap. Zo werkt het ook niet. Zo werkt het ook niet met boeren. Die eeuwenlang ons van eten hebben voorzien. En dat nog eeuwenlang hopen te kunnen doen. En niet opeens te horen moeten krijgen dat wat ze doen niet deugt en dat ze maar moeten verdwijnen. Maar wat er wel moet, en dat snappen boeren volgens mij als geen ander, beter nog dan stadsmensen zoals ik die de natuur veel minder goed kennen, is dat je op een andere manier moet werken om evenwicht te kunnen bewaren tussen de waarde van de natuur, die biodiversiteit waar ik het al over had, waterbeheer, en de productie die je zo graag op gang wil houden. En daarvoor is veel innovatie nodig en veel steun om die innovatie waar te maken. We hebben het veel over digitalisering in de landbouw. Klinkt als 2 dingen die niks met elkaar te maken hebben. Maar ze hebben natuurlijk in de moderne landbouw alles met elkaar te maken. Omdat je met precisielandbouw ervoor kan zorgen dat je veel minder bestrijdingsmiddelen nodig hebt. Veel minder mest hoeft te gebruiken. Om toch die opbrengst te genereren die je nodig hebt. En daarbij geldt ook, en dat is een heel belangrijk aspect waar we meer aandacht voor moeten hebben, een eerlijke prijs voor het voedsel. Want boeren kunnen nooit een leefbaar inkomen verdienen als we elke keer de prijzen, die producten volledig uitknijpen en zo goedkoop mogelijk in de supermarkt proberen te krijgen. En daarbij ook nog eens in de waardeketen ervoor zorgen dat de meeste winst aan de achterkant ligt en niet aan de voorkant. Ja. Er moet dus heel veel tegelijkertijd gebeuren om dit goed te kunnen doen. Maar in onze, wat ik al zei, mooie getitelde strategie Farm to Fork, hebben we dat uiteengezet hoe wij denken dat dat kan. En uiteindelijk is het bij jullie waar het in praktijk moet gebeuren.
Nog een vraag die binnenkomt. Bedankt voor het antwoord trouwens. Ziet u ook mogelijkheden voor het gebied om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de Green Deal? Ja, maar dat gaat altijd heel, ik zou bijna zeggen, ingewikkeld en indirect. Hele directe vraag, gewoon het geld op een kleed. Zo werkt dat in Europa, hè? Nee, laat ik een concreet voorbeeld noemen wat op de rol staat. Ik had het al over de bestrijding van de coronacrisis en het economisch herstel wat we daarna willen vormgeven en ook willen steunen. Daarvoor is geld beschikbaar gekomen, 750 miljard euro bij elkaar, verdeeld over giften en leningen. Het giftendeel daarvan, dus gratis geld zou je kunnen zeggen, maar ja, u heeft het al betaald, daarvan is 5,6 miljard bedoeld voor Nederland. En Nederland wordt geacht om daarvoor plannen te maken die het economisch herstel op een duurzame manier vormgeven na de coronacrisis. Nou, die plannen maakt de Nederlandse regering nog niet, want ze wacht nog even op de verkiezingen en zo. En de formatie, dus dat gaat dan ergens, nou ja, door de oogharen kijkend zo in de formatie natuurlijk voorbereid worden en daarna plaatsvinden, dus tweede helft van het jaar. En het zou zo mooi zijn als in die plannen niet alleen maar het traditionele hak- en breekwerk zit, wegen aanleggen en dergelijke, wat soms moet, maar over het algemeen geen duurzame ontwikkeling dichterbij brengt, maar dat het juist gaat over innovaties en investeringen in bijvoorbeeld nieuwe manieren van gebiedsbeheer. Dus ik zou, als ik jullie was, als een bok op de haverkist zitten en zorgen dat plannen zoals die van jullie ook een stem krijgen in Den Haag, belanden in dat nationale, in dit geval Nederlandse plan wat naar Brussel gestuurd wordt. Dan komt er per keer in de post 5,6 miljard euro. Nou ja, daar zit nog wel wat tijd en overleg tussen. Maar dat is een enorme kans voor de nabije toekomst. Oké, hartelijk dank. Dat is een mooie hoopvolle slot, denk ik, voor ons gesprek. Nou, blijf er nog even bij. Er komen nog hele leuke sprekers langs. Dus dank voor uw toelichting. Heren, hebben jullie daar nog wat op aan toe te voegen? Dingen die jullie nog niet wisten, waarvan u denkt, hé, daar gaan we mee aan de slag? Nou, we hebben werk te doen. We moeten in dat Nederlandse plan, dat is een duidelijke boodschap. We passen er ook volgens mij heel goed bij. Dus ja, we staan wat dat betreft op scherp. Ja. Mooi. Ik zou er ook erg voor pleiten. Hè. Je hoort ook zeggen, de overheid moet plannen maken. We moeten in Brussel plannen maken. Ik zou er ook juist heel erg voorstander van zijn om het gebied plannen te laten maken en dat de overheid faciliteert. En dus in die zin, je kan hem ook omdraaien van het gebied heeft ambitie, het gebied heeft plannen. En hoe kun je dat als overheid het beste faciliteren? Want volgens mij heb je dan een veel beter integrale verhaal. Nou, dat is een kwestie van omdraaien. Want het kan niet zo zijn dat alles weer van boven wordt geregeld. Wat natuurlijk goed is dat er middelen voor zijn. Maar ik denk dat je dat ook juist in samenhang moet gaan maken en opschrijven. Oké. Okay. We sluiten dit onderdeel af. Meneer Samson, dank u wel. Fijn dat u wilde komen. En het gaat vriezen, hè? Dus snel weer naar Friesland. Op naar Dokkum. Het kan weer. Ik heb de schaats al klaar liggen. Maar ik weet niet of het... dan moet het wel in één dag dichtvriezen. Want ik moet daarna weer naar terug naar Brussel. Zonde, zonde. Nou, dat komt goed. Dank u wel. Ja, we gaan verder met de carousel van kansen en uitdagingen, heren. Daar hebben jullie nu al zin in. We gaan in een flink tempo bij een aantal mensen langs die verstand hebben van uiteenlopende sectoren, die allemaal weer te maken hebben met dit onderwerp, biosfeer en wat de kansen er zijn. Nou, ik zou zeggen, jongens, de gordel maar om, want we gaan snel. En we beginnen met onze eerste spreker en dat is Bjense Dijkstra van Economie. Bjense is directeur van de bouwgroep Dijkstra Draaisma. Goeiedag, goedemiddag. Goeiedag. Ja, in Dokkum. Dus als Samson langskomt knallen met de schaatsen, dan even opvangen. Hè? Dat kan. Dus Diederik is hier al 5 uur bij ons in Dokkum geweest toen we aan die klimaattafel gebouwde omgeving zaten. En hebben we al heel intensief overleg gehad wat nou beter zou moeten, zeg maar, in Nederland. Oké, okay. Nou, we gaan het nu hebben over de biosfeer. Bjense, welke kansen zie jij hiervoor? Als je kijkt naar economie, hè? Laten we het daar eens even over hebben. Ja, nou, heel veel. Maar jullie zullen waarschijnlijk denken van hij is een bouwer. Die ziet het natuurlijk dik zitten. Beta opgeleid. Ziet een prachtig verdienmodel voor zijn branche. En die gaat daar maximaal van profiteren. Maar niets is minder waar. Het is natuurlijk waar, maar ook wij vinden dat economie en ecologie of natuurgebied heel goed samen kunnen gaan. En ik zou dat heel graag willen kenmerken met een voorbeeld. Want wij zijn hier in Dokkum volop bezig met het produceren van zo duurzaam mogelijke producten. En we hebben een hekel aan circulariekoek.
Dus we proberen dat op een echte circulaire manier te doen. En zijn door heel veel ervaring erachter gekomen dat de producten die we maken, die moeten veel slimmer, sneller en efficiënter gemaakt worden. Maar vooral met biobased materialen om de footprint, de circulaire footprint naar beneden te brengen. Nou, een klein voorbeeldje bij ons in de fabriek. Excuses dat ik weer op die beta manier begin. Maar aanvankelijk was de isolatie in onze materialen van polystyreen of van een ander materiaal waar heel veel energie in ging zitten, waar een hele hoge CO2 footprint op zat. En toen hebben we een poos geleden besloten om onze producten te voorzien van cellulose, een nieuw isolatiemateriaal. Dat werkt perfect. LCA van ons product is 92%. Het is echt een heel circulair product wat hier uit Dokkum komt en hier vandaan geproduceerd wordt en de rest van het land daar naartoe gaat. Maar we zeiden, kunnen we dat niet veel beter doen? En we zijn op onderzoek uitgegaan met een project Better Wetter, dat ook lokaal zeg maar helemaal ondersteund wordt met Frieske Geer, onderwijs, overheid. En we hebben onszelf ten doel gesteld, hoe kunnen we nou echt biobased materialen nog toepassen buiten die houtskeletbouw, buiten die CO2 footprint die we nu hebben, hoe kunnen we die nog verbeteren? Nou, ik heb een voorbeeldje. Ik ga hem even proberen in de camera te brengen. Dit is de lisdorde, de steel van de lisdorde. En lisdorde is de rietsigaar. Twarrebout noemen we hem in het Fries. En we zijn na anderhalf jaar onderzoek er eigenlijk achter gekomen dat het een prachtig vervangingsmiddel is voor cellulose. We hebben een hele goede labda-waarde, een hele hoge isolatiewaarde. En wat veel mooier nog is, als we die lisdorde gaan verbouwen, dan moeten we veenweidegebied waar we hier veel van hebben. We zitten op de grens van klei-veenweide. Dat is grond die oxideert en die heel veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Die kunnen we vervolgens bebouwen met lisdorde. Dat kunnen we elk jaar oogsten. En daarmee voorkomen we alleen al in eerste aanleg 20 ton CO2-uitstoot per hectare. En dat is een gigantische kans voor ons gebied, maar ook een gigantische kans voor de melkveehouder in ons gebied om een alternatief verdienmodel te hebben naast het verdienmodel wat onder druk staat, waar veel stikstof geproduceerd wordt. En het mooie is dat als wij de celluloseprijs toepassen, de agrariër in dit geval een heel prima verdienmodel heeft aan het leveren van isolatiemateriaal in een hele kleine cirkel. Dus we hebben de stoute schoen aangetrokken, 4 kilometer verderop, 10 hectare rietveld gekocht, natuurgebied. En we zijn volop bezig nu met Frieske Geer, met allemaal lokale partijen, met gemeentes, om volgend jaar te kunnen oogsten, of einde van dit jaar te kunnen oogsten, en de eerste 10 hectare lisdorde te kunnen toepassen. Daarmee kunnen we ongeveer 100 woningen van een nieuw isolatiemateriaal voorzien. Maar dat is pas echt circulair. En het mes snijdt in dit geval aan veel meer kanten dan twee. Want de melkveehouder krijgt hierdoor een alternatief verdienmodel. Onze branche is uitermate gebaat bij een echt circulair product wat toepasbaar is in de gebouwde omgeving, waar een hele grote verduurzamingsslag is. En dat miste ik net ook in de anderhalf uur hiervoor, die ik heel goed heb opgelet en wel heb geluisterd. De camera stond uit. Maar ik hoorde niet circulaire bouw. Maar ook de circulaire bouw kan in de bouwstoffen die wij nodig hebben heel erg profiteren van dit prachtige verdienmodel, waarbij natuur en economie heel goed samengaan. En we juist circulair product toe kunnen passen in de gebouwde omgeving. Nou, wij staan te popelen, we gaan los, maar we willen ook heel graag met dit gebied en de agrariërs en de betrokkenen en de stakeholders uit dit gebied daarmee in gesprek. Want wij bieden hun eigenlijk een prachtige mogelijkheid om ook in onze branche van dienst te kunnen zijn in een echt circulaire aanpak van een heel grote uitdaging die er ligt. Nou, daar weet Samson alles van. Een enorme opgave in de gebouwde omgeving. Verduurzaming van meer dan 7 miljoen woningen en gebouwen. En er moeten sowieso 1 miljoen nieuwe woningen gerealiseerd worden. Die moeten we op deze manier in onze beleving gaan doen. Met een product waar je heel goed mee isoleert, want energie die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. En dat kunnen we in deze regio fantastisch onderzoeken, praktiseren, in de praktijk brengen en er met elkaar letterlijk en figuurlijk beter van worden. Okay. Nou, dit voorbeeld wil ik even noemen om aan te geven dat wij ook in dit gebied heel veel mogelijkheden zien om juist die economie die daarachter schuil gaat een heel grote kans te geven. En ik hoorde net nog bij de vorige uitleg een sigaar uit eigen doos. Ik zou willen afsluiten met geen rietsigaar uit eigen doos. Oké, Jensen Dijkstra, ontzettend bedankt. We gaan door met de carousel. We gaan naar ecologie. Kees de Pater gaan we nu zien. Hij is de woordvoerder van de vogelbescherming. Dag meneer de Pater. Goedemiddag. Mooi. Nou, ik zou zeggen, welke kansen ziet u voor voor dit gebied? Ja, eigenlijk hele grote kansen. Dit is heel prachtig.
Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk al het Waddengebied. En in het Waddengebied, nou ja, dat weten we allemaal. Dat is, daar staat de natuur, heeft daar een primaat, zou je zeggen. Dat is het belangrijkste. Als je aan de binnenkant van de dijk gaat kijken, liggen daar denk ik heel veel kansen om juist in relatie met landbouw, met toerisme, met de economische sector stappen verder te zetten. Daarbij denk ik bijvoorbeeld, we hebben een concept ontwikkeld dat heet basiskwaliteit voor natuur. En dan kijk je niet zozeer naar wat je in natuurgebieden, de echte natuurgebieden doet, maar dan kijk je juist op welke manier kun je elementen van de natuur, onderdelen voor de biodiversiteit, beter integreren in daar waar de mens centraal staat. En dat is natuurlijk in landbouwgebieden, dat is alles daar binnen de dijken. Maar dat is ook de plek waar de biodiversiteit het meest achteruit is gegaan. En dat concept, dat gaat eigenlijk uit van welke mogelijkheden liggen er om stapsgewijs te komen tot een verbetering van gebiedseigen natuur. Dus als je naar de akkerbouw kijkt, van wat kan je daar doen om meer insecten, meer vogels die horen bij de akkerbouwgebieden terug te krijgen. En dat doe je ook, dat kan alleen maar samen met de boeren die daar werken en hun verdienmodellen hebben. Andere mogelijkheden, nou, die zitten natuurlijk al een beetje in Holwert aan Zee, van samen nadenken hoe je kan komen tot een verbetering van de zoetwatervoorziening voor agrariërs, maar tegelijkertijd werken aan een betere verbinding met die Waddenzee. Want dat geeft hele goede kansen. En ik vond het voorbeeld wat net genoemd werd over Lisdodden, vond ik heel mooi eigenlijk. Want ik dat te denken van een heel groot deel van Nederland is geschapen door de rietdekkers. Hè. Moerassen werden vroeger gebruikt, en nog steeds wel gedeeltelijk, werden gebruikt om riet te oogsten. Dat heeft niet alleen maar voordelen voor de natuur, zitten ook nadelen aan, maar op heel veel plekken kan je dat, en dan nu misschien met Lisdodden, kan je dat. Nou, Kees de Pater is helaas even weg. Het was in ieder geval al een mooie samenwerking die daar ontstaat, hè? Positief, tussen economie en ecologie. Wij gaan door met onderwijs. Jouke de Vries, hij is voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemiddag, dag meneer de Vries. Hallo. Welke kansen ziet u? Nou, er zijn heel veel kansen. Ik ben een aantal jaren geleden ben ik bij Holwert aan Zee geweest, want ik las over dat project in de krant. En ik dacht, dat zijn een stelletje gekken daar, dat krijgen ze nooit voor elkaar. Dus dat was mijn fascinatie voor, wat zijn die mensen daar aan het doen? Ik ben dan toen geweest, ik heb daar gesproken met Jan Seilstra en ik zei, je moet er een living lab van maken. En dat was er eigenlijk al. En dat betekent dat studenten die aan de universiteit studeren, naar de plek toe gaan om dan de zaken te onderzoeken met onderzoekers, met hoogleraren, met ondernemers. Dus ik zag daar al het begin van wat ik dan de nieuwe universiteit noem. Niet in een ivoren toren, maar echt kijken in het gebied. Wat speelt hier nu precies en ja, wat kunnen we hier voor onderzoek doen en wat kunnen wij hiervan leren? We hebben toen later de Campus Friesland opgericht in Leeuwarden. Dat is de branch campus van Groningen. En de 17 SDG's van de Verenigde Naties zijn de basis geworden van het curriculum van de studenten daar. En die studeren dus Global Responsibility en Leadership. En dat zijn studenten die geïnteresseerd zijn in deze vraagstukken die in dit gebied spelen. En daar willen ze heel veel aan doen. Ze willen aan de ene kant analyses maken, maar ze willen de wereld ook veranderen. Nou, als je dan ergens naartoe moet, dan moet je bijvoorbeeld naar dit gebied wat vandaag centraal staat, want daar kunnen die studenten heel veel ervaringen op doen. En we hebben altijd als credo van, er zijn world challenges, maar ook local solutions. Dus wij worden ook geconfronteerd met de uitdagingen van de wereld, maar er zijn ook hele goede lokale oplossingen. En als ik dan Jens Dijkstra weer hoor over de rietsigaar, ja, dan word ik alweer helemaal enthousiast, omdat je dat dus kunt gebruiken om tot verduurzaming van de bouw te komen. Ja, dat zijn echt geweldige uitgangspunten. Nou, met de Universiteit van Groningen proberen we nu een ecosysteem voor het hele noorden te maken. Dat noemen we de Universiteit van het Noorden. Dus dat betekent dat er een vestiging is in Leeuwarden. We werken samen met Drachten, het innovatiecluster. We zitten in Emmen en in het Eems-Dollardgebied. En op die manier proberen wij deze vraagstukken te benaderen. En dat is dan die nieuwe universiteit. Dat is in samenwerking met het bedrijfsleven, met publieke organisaties. En zo proberen we die vraagstukken te bestuderen en op te lossen. Oké, hartelijk dank. Jouke de Vries, voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit in Groningen. Er komen ook vragen over inderdaad de studenten. Hier staat, zegt Aukje Sina, yes, de Groningen student hierbij aanwezig. Nou, dat is mooi Aukje dat je dat leuk vindt. Ja, zie je. Prachtig. We gaan naar landbouw. Siets Miedema, agrarisch ondernemer uit het gebied. Dag Siets. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, welke kansen zie jij?
De belangrijkste kansen die ik zie, er kwamen alweer twee voorbij. Toevoegingen mogelijk voor onze bouwplannen die de economie van onze bedrijven kunnen versterken. Of dat nou lichtdaders zijn of een stukje extra natuurontwikkeling. Daar liggen de kansen voor onze bedrijven. Maar aan de andere kant, het moet wel ten diensten staan aan de core business van de bedrijven zoals we die nu hebben. En dat is voor de meeste voor de akkerbouwbedrijven de potaardappels uiteraard. Voor de collega melkveehouders de melkproductie. Maar daarnaast is er ruimte voor invulling in de bouwplannen om wat extra's te doen. Die landbouwagenda die Marco ook al besprak, die is een instrument voor ons, denk ik, waarmee wij kunnen laten zien aan de ene kant waar we allemaal al mee bezig zijn op dit moment, hoe we invulling proberen te geven aan al die opgaven die er zijn in dit gebied, ja, voor de Nederlandse landbouw, maar in dit gebied in het bijzonder. En in een goede samenwerking kunnen we er ook voor zorgen met elkaar, dat de botsende belangen niet de overhand krijgen. We moeten met elkaar verzorgen dat de trekkers niet al te vaak op de weg hoeven richting Dokkum of andere plekken. Maar we moeten samenwerken aan de kansen. Ja, en welke uitdaging zie je daar concreet aan bij? Nou, de uitdaging is om in beeld te brengen voor alle gebruikers van dit gebied. Welke voordelen er zijn en die voordelen dan ook daadwerkelijk in werking te laten treden. Ja. De economie van het gebied en van de huidige gebruikers van het gebied, die moet leidend zijn. Oké, en wat is je boodschap en je oproep eigenlijk nu aan de mensen die hiermee bezig zijn? Nou, het belangrijkste is dat als wij in dit traject met elkaar iets willen bereiken, dan zal ieder respect moeten hebben voor elkaars belangen. We zullen allemaal moeten meedenken in de anders en belang. En als we dat samen doen met alle partijen die hier iets vinden en iets willen van deze streek en in deze streek, dan denk ik dat wij snel stappen kunnen maken. Oké, nou, en dan hoeven jullie niet allemaal in kolonnen meer naar Dokkum of naar Holwert op de trekker om te protesteren. Laten we dat... de trekkers mogen aan het werk in het veld, waar ze voor bedoeld zijn. Oké, dankjewel, Siet Smiedema. En dan gaan we naar de laatste, recreatie. En daarvoor hebben we contact met Pieter van Beukering van de Wateracademie. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, wat voor kansen ziet u? Ja, ik zie er heel veel, maar ik heb weinig tijd, dus ik zal me een beetje focussen. Ja. Ik zie in de eerste plaats dat, in Nederland zien we een toenemende schaarste naar ruimte en rust. En dat is iets wat Holwert aan Zee zeker te bieden heeft. Dat is echt een niche-markt waar eigenlijk de pandemie alleen maar meer nadruk op heeft gelegd. Dat, je ziet dat die met name het buitengebied plotseling een stuk populairder is geworden. Vaak ten koste van de stad. En op die trend zou Holwert aan Zee voort kunnen borduren. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor digitalisatie. Diederik Samson noemde het al in de landbouw, maar je ziet ook digitalisatie in recreatie en in toerisme, waarbij in de Waddenacademie hebben we het regelmatig over de cyberwadden. Het fenomeen dat mensen niet meer per se dicht bij hun werkgever moeten wonen of en dus eigenlijk op een hele plezierige plek in het groen buiten kunnen werken en wonen. En dat biedt waarschijnlijk ook kansen voor Holwert aan Zee. Want heeft u dus, zelf wel eens... De pandemie is niet alleen een bedreiging, maar biedt ook zeker heel veel kansen. Ja, heeft u zelf wel eens gekeken naar wat een huis kost op de Schelling of Ameland? Daar zal zeker nog wat voor nodig zijn. Maar goed, je hoeft ook niet meteen per se te wonen. Je kan natuurlijk ook een tijdje daar verblijven. Ik heb zelf een voorbeeld. Ik geef veel college en haal veel gasten in mijn colleges via dit scherm binnen. En laatst had ik ook iemand die zat in Harlingen, die had huizenruil gedaan en die zat daar met zijn hele gezin te cyberwerken. Dus ik denk dat de pandemie eigenlijk alles op zijn kop heeft gezet. En dat dat voor de recreatieve sector heel veel kansen biedt. Ja, je ziet ook dat heel veel huizen nu gewoon ook
gekocht worden. Hè? Door mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam voor 4 ton op een postzegel wonen. En nu hier bij ons in de regio al die mooie huizen opkopen. Zonder dat wij er dan weer wat mee kunnen, helaas. Maar goed, dat is dus wel een goede ontwikkeling volgens u. Welke uitdaging ziet u dan die er ligt voor de streek? Ja, ik zie, en dan specifiek over het project Holwert aan Zee. Eigenlijk de grootste uitdaging die ik zie is hoe je het faseert. Dus we hebben het over bedragen van 60, 70 miljoen. En de vraag is of je dat, moet je dat echt op een soort alles of niets manier implementeren? Of moet je dat heel geleidelijk? Hè? Dus als je wel of niet een gat in de dijk maakt, dat is nogal een grote beslissing. Dus mijn grootste uitdaging is van hoe kun je de risico's van dit hele ambitieuze plan, een hele mooie plan, minimaliseren door een wat geleidelijkere aanpak te kiezen. Ja, we hebben natuurlijk 2 dingen die spelen, Holwert aan Zee, maar we hebben nu natuurlijk ook over het biosfeergebied. Wat is uw laatste opmerking daarover? Want kijk, dat staat wel een beetje los van elkaar. Ja, nee, voor het biosfeergebied over het algemeen, denk ik dat de grote uitdaging is om draagvlak te behouden. Want vanzelfsprekend zullen er veel winnaars zijn van het biosfeergebied, maar er zijn ook zeker ook verliezers. En om die aan boord te houden is denk ik volgens mij de grootste uitdaging voor dit project. Oké, hartelijk dank. Fijn dat u even bij ons in uitzending wilde komen. En geniet nog even van het symposium, want we gaan nu naar Duitsland. En dan denk je, gaan we een hele grote stap doen? Dat is eigenlijk niet zo. We gaan lekker gluren bij de buren. En vlak over de grens, bij Winschoten, ligt het Neder-Saksische Wattenmeer. Dat is een nationaal park en ook een biosfeerreservaat. En Jürgen Ramel is daar de beheerder. Guten Tag, Jürgen. Oh, hij is niet te verstaan. Kunnen we misschien nog... You need to open your microphone. Nou, laten we dat eventjes achter de schermen even regelen. Dan ga ik even met jullie reflecteren, man, hier aan tafel. Want er werd een hoop gezegd ook, hè? Je ziet dat dan zo'n ondernemer, die daar gooit eventjes zo'n bollepiste, zoals wij ze noemden, gooit hij hier op tafel. En er ontstaan leuke dingen allemaal, hè? Ja, ik zie dat ook. Het is een prachtige innovatie vanuit het gebied. Ik denk dat dit gebied niet heel erg bekend staat om de innovatie. Dit is wel een heel mooi voorbeeld. Waarbij denk ik het predicaat UNESCO biosfeer wel een mooi middel is om dat te etaleren. En ik vond het ook heel mooi om te luisteren bij Beense Dijkstra. Hoe die aangeeft hoe die samenwerking met verschillende sectoren is. En ik denk dat dat ook mooi bijdraagt aan waar dit biosfeer predicaat voor staat. Het gaat over samenwerking, het gaat over evenwicht. Waarbij je met elkaar het verdienvermogen verbetert. Ja, je ziet ook dat de boeren die reageren er ook meteen op. Hè? En ook op dat natuurgebied. Dat is ook wel weer prachtig. Hè? Dat ze daar ook een rol in spelen. Ja, klopt. Dat merken we ook in de praktijk van Holwert aan Zee tot nu toe. Maar ook nu in het gebied, nu we die gesprekken voeren over het biosfeergebied. De tegenstellingen die ze nu en dan worden geschetst tussen boeren en natuur. Ja, daar merken we weinig van. Als je praat met natuurorganisaties, dat heb je ook aan Kees de Pater gehoord van de vogelbescherming. Die wil best wel kijken van wat is er wel mogelijk in dat agrarisch gebied. Ik denk dat het een heel goed punt is. Natuur, gebiedseigen natuur verbeteren. En we merken aan de boeren, die staan daar best voor open. Dus er is heel wat mogelijk, zolang je maar goed met elkaar in gesprek bent. En dat is wat we nu tegenkomen in het gebied. Ja, we krijgen nog een opmerking hier binnen van Arjen Vink. Die zegt dat toerisme is natuurlijk zowel een kans als een bedreiging. En dat is natuurlijk ook zo. Maar hij zegt, velen zoeken rust en ruimte. Als je dat soort mensen hebt en niet de mensen die naar Renesse gaan of in Griekenland zitten te feesten, is het dan minder erg? Ja, ik denk, wanneer je het gebied goed positioneert en je spreekt een bepaalde doelgroep aan die je graag naar het gebied toe wilt trekken, de duurzame kwaliteitstoerist, dan heb je ook zelf in handen het stuur van welke mensen je in het gebied krijgt. Dus een goede strategie, een goede positionering, de identiteit goed borgen, dan krijgen de mensen die je graag wilt. En dan krijg je geen massa toerist. En dat is rust, ruimte, mensen die de Volkskrant lezen, een beetje jaren 40, 50 genoeg geld hebben te besteden.
Ja, dat zijn ook heel veel jonge gezinnen, hoor. Die behoren tot diezelfde doelgroep. Het is een, je denkt vaak aan dit soort type toeristen dat dat heel veel gepensioneerde mensen zijn. Of gewoon 40, 50-plussers. Maar we hebben ook voorbeelden zoals in Dreamland, in het Lauwersmeergebied. Dat zijn ook heel veel jonge gezinnen die prima in deze doelgroep passen. Dus wat dat betreft gaat het veel breder dan de vergrijzing. Precies. En nou nog genoeg terrasjes. Niet alleen in Dokkum, maar in al die streken en dorpen waar ze kunnen komen. Ik kijk even naar de techniek. Is het gelukt, mannen? Hallo? Meneer Ramel? Yes, ja. We will do this in English, but can't you speak Dutch? Because your biosphere is so close to Holland. Yeah, I have to apologize that my Dutch is rather limited, but excuse me. But I think I can give you some information on our biosphere reserve in German now. Yes. The place is in Lower Saxony, and it's actually the area which you might see on the next slide. One slide more, please. So that's the area of the biosphere reserve. It's now given in red and green. This is the biosphere reserve, which was designated in 1993. At the moment, we have one problem. We do not have a transition zone which is large enough to meet the criteria of the MAB program. So we are talking to all the people and all the municipalities on the coastline, which are drawn in yellow here, which we call the so-called search area for the transition zone. And at the moment, they have 3 to 4 municipalities agreed to join the transition zone, which will make an area of about 27,000 hectares. And we are still in negotiations with lots of other municipalities. I was asked to talk about the way how we deal with the multi-designation of the area. If you go just one slide back, please. Then it's quite the same situation as it is in the Netherlands. We have the Wadden Sea, which is designated as a World Heritage Site. And a bit different, we have a national park, which covers all the Wadden Sea area. And the way we communicate the multi advantages we have from this multi designation is the following way. We have chosen the UNESCO World Heritage as the roof, as also the most acknowledged designation in the world. And this roof is carried by two pillars, two columns. One is the national park and the other is the biosphere reserve. The national park gives the management and conservation of the area, which is important for the biosphere reserve as well. And the biosphere reserve adds the sustainable development. And so we have around a nice picture. So the question about tourism in the area was also addressed to me, and I would like to show you the last slide, please. Yeah, you see the area again, and there are some numbers concerning tourism business. So for the total area is a very old tourism area. We have at the moment, we have overnight stays in the official statistics, we have 14 million per year. But if you look at the statistics of the DMOs, of the destination management organizations, then we have about 26 million per year. These are the overnight stays, and there's 3 to 4.5 million guests per year in the area. To give a comparison between the islands and the mainland destinations, I have given some numbers for either Norderney, which is
very important and famous island in German in Lower Saxony. And here we have 3.9 million overnight stays per anno and per year. And in Norden, which is the town lying close to Northern Ice, so it's the harbor town, there they have, I had a number which is not real correct. It's 1.9 million overnight stays per year. And so this is the situation in Germany. We are also, I think, like Holbert, working on a new application now for the MAB program with the new transition zone. And yeah, we do our very best. Okay. Thank you very much. Jurgen, was dit Jurgen Ramel. Hij is dus van het Neder-Saksische Wattenmeer. En daar hebben ze dus drie zaken daar waar ze heel trots op zijn. Een nationaal park, een biosfeergebied en natuurlijk het UNESCO Werelderfgoed. Fijn dat hij ook even met ons wilde spreken vanuit Duitsland. Nou, dat ziet er goed uit, heren. Daar is volgens mij, als ik die cijfers zie, alles over de 1 of 2 miljoen bezoekers. Dat lijkt me nog wel een mooie droom voor Holvert en de streek. Ja, ik denk dat het een mooie ambitie is. Het is ook mooi om te zien hoe die samenhang is. En wij hebben dan niet direct een nationaal park, maar in het Lauwersmeergebied is natuurlijk wel een nationaal park. En ik heb ook gelezen in de voorbereiding dat sinds het predicaat UNESCO biosfeer hebben, dat het hele gebied 30-40% is gegroeid in het aantal mensen wat naar het gebied toekomt. En daar hopen jullie ook op? Of dat de verwachting? Nou, ik denk dat wij wel vaster groei pakken, omdat de groei nu vrij matig is. Dus ik denk dat het potentieel in ons gebied vele malen hoger ligt. Oké. Nou, we gaan nu een stap maken naar een soort van wereld in de toekomst. En ja, daar kunnen wij allemaal niet in kijken, want we hadden allemaal niet voorspeld dat we er nu zo bij zouden zitten in 2021 digitaal dit soort symposia te doen. Maar het is wel heel erg interessant om de vraag te stellen hoe je nou zo'n droom in Nederland ook waar kunt maken. En die vraag leggen we voor aan Maarten Haaier, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit in Utrecht, voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Goedemiddag, Maarten. Fijn dat je er bent. Hoi, hallo. Ja, gelukkig is daar het geluid ook goed aanwezig. Ja, dit is natuurlijk een hele mooie tijd voor jou. Hè? We doen nu allemaal dingen die we misschien een jaar of twee jaar geleden nog niet hadden verwacht dat het zo zou doen. En iedereen vindt het ook maar mooi. Jij hebt een prachtige achtergrond geprojecteerd, ook geweldig. Hey Maarten, het is de hele vraag. Hè? Hoe heb je, hier wordt wat bedacht door deze mannen. Die hebben Holvert aan Zee al bedacht en gaan het uitvoeren. Nu komt het biosfeergebied erbij. Maar hoe zorg je ervoor in Nederland, in deze tijd, dat het ook iets echt wordt? En dat is denk ik wel wat een hoop mensen die naar het symposium kijken ook teruggeven aan mij. Van ja, maar hoe doe je dat dan en hoe zorg je dat het echt lukt? Hey. Oh, we hebben het geluid dus even weggevallen. Ja. Hij doet het weer. Oké, gelukkig Maarten. Oké, nee, ik heb wat sheets daar ook op voorbereid. En waar ik iets over wilde zeggen, is dat ik denk dat zo'n biosfeer, je moet eigenlijk zoeken van wat is het meest radicaal nieuwe in jullie project. En ik denk dat erin zit, dat jullie dus die biosfeer, zeg maar die veranderende betekenis van de natuurlijke omgeving, combineren met het culturele. En dat zou ik ook echt zeggen, dat moet je niet loslaten. We moeten het helaas doen zonder Joop Mulder, die natuurlijk geprobeerd heeft om die culturele laag ook in die Waddenzee te leggen. Maar ik denk dat wat jullie kunnen doen, is een veel bredere groep ook meenemen in die toekomstvisie waar jullie zo energiek mee bezig zijn, als je die culturele kaart speelt. Daar heb ik een paar sheets over. Mag ik de volgende? Want het probleem is dat heel veel mensen het heden niet willen loslaten. Niet omdat het perfect is, maar domweg omdat ze de toekomst niet kunnen voorstellen. Volgende. Heren? Ik kan zelf niet doorklikken. En in een analogie, en ik vond het leuk dat Bienze daar ook over sprak, in een analogie, iets waar ik nu heel veel mee bezig ben, is de noodzaak om andere bouwmaterialen te gaan gebruiken. Nou, de bouw is niet echt een innovatieve sector, maar wat je ziet, wat je dan gebruikt, is bijvoorbeeld zoiets als de Dutch Design Week. De volgende graaf.
waar we vorige keer, dus niet afgelopen in 2019, een paviljoen hebben gebouwd van CLT, van dat hele sterke houtmateriaal, wat 6 keer sterker is dan beton, om mensen aan te geven wat je daarmee kan doen. Volgende. En die verbeelding, die hier zie je in zo'n artist impression, volgende. En hier zie je al hoe die verbeelding aan het landen is, nu bij projectontwikkelaars. Dit is BPD, een grote projectontwikkelaar. Dit is een schets die ze hebben gemaakt voor een planontwikkeling aan de noordkant van de Waal in Nijmegen. Dus dat gaat heel erg snel. Maar die beeldenproductie, die helpt mensen om die toekomst zich voorstelbaar te maken. Volgende. En wat ik nou zo leuk vind, is dat in jullie gebied jullie troefkaart naar troefkaart spelen. Niet per se alleen in Holwert aan Zee, maar dit is Kennis van de Grijden, waar jullie een prachtige koppeling hebben van een biodiversiteitswetenschap met Teun Spiersma, maar ook een heel opera gebeuren toen met culturele hoofdstad. En dan deze hoge kwaliteit fotografie. Hè? Dus daar wordt niet alleen gezegd de biodiversiteit gaat achteruit, dat landschap wordt ook geladen met culturele betekenis. En dat, denk ik, is een hele sterke traditie waarbij ik kan aansluiten. Volgende. En ironisch genoeg, dit is een foto uit de jaren 60, is er heel veel analogie tussen de iconografie van nu en de iconografie van die periode waarin de verbeelding aan de macht was, zoals het toen heette in 68. Deze foto is bijna letterlijk dezelfde als de vorige, maar ik denk niet dat Teunis dat weet. Volgende. En ik denk dat je die met dat culturele ook iets kan doen om mensen op een manier die niet confronterend is te laten wennen aan die toekomst. Volgende. En dat heb ik een aantal keren uitgeprobeerd. Dit is er eentje op de Biennale van Rotterdam. Toen hebben we gesproken over het aardbevingsgebied en geprobeerd met bewoners en burgemeesters te schetsen op dat gebied. Dat ging toen juist in die Biennale heel erg goed. Volgende. We hebben een schets gemaakt voor de Noordzee, Energetic Odyssey. Dat was eigenlijk de voorbode van die grote versnelling van offshore wind die nu heeft plaatsgevonden. Volgende. En natuurlijk Places of Hope, waar jullie zelf ook aan hebben deelgenomen. Maar waarbij dit plaatje, dat is natuurlijk van de Markenwadden in aanbouw. Nou, de Markenwadden kon niemand zich iets bij voorstellen. Maar inmiddels moet je gewoon reserveren, hoor, als je daar met je zeilbootje naartoe wil. Want iedereen wil daar nu heen. He, dus dat idee dat mensen geen appetite voor de toekomst hebben, dat is omdat die beelden niet circuleren. Maar jullie kunnen dus beelden maken. En dat, denk ik, is een heel belangrijk iets om te overwegen. Volgende. Wat ik wilde zeggen over Places of Hope is dat je daar in die tentoonstelling ook hebben we geprobeerd weer nieuwe visies op het noorden te creëren. Volgende. En dat hebben we ook gedaan met de inzet van culturele middelen als een parade. Hè? Dus waarbij je dus echt zag, markeerde dat er iets ging gebeuren. Volgende. En hier zie je bijvoorbeeld hoe we die symbolen van de jaren 60 hebben gebruikt, maar met andere betekenissen hebben geladen. Volgende. Maar wat ik denk dat ook heel erg van belang is, en dat kwam ook in de voorafgaande sprekers aan bod, je moet niet vergeten dat sommige mensen hier helemaal niet op zitten te wachten. Dus die moet je ook een soort recht van afscheid geven. In dit geval dus de afscheid van fossiele apparaten. Volgende. En dan het markeren van die verandering. Hier verlaten we dan de fossiele apparaten, gaan we naar de toekomst toe. Volgende. Volgende. En hier hebben we dus een tentoonstelling gebruikt om veel meer publiek te laten wennen aan die mogelijkheid dat de toekomst ook, dat je daar iets over kan van vinden. Volgende. Mensen kijken meervoudig naar de toekomst. Volgende. Dus niet zeggen dat Holwert aan Zee één ding is. Er zijn nog allerlei scenario's. Neem mensen mee in die meervoudigheid van die toekomst. Volgende. Volgende. Zonder klikken is het toch best lastig om het snel te doen. Volgende.
Hier zie je allerlei elementen uit die tentoonstelling. Klik maar door tot ik het stop zeg. Ja, hier de wadden natuurlijk nog een keer verbeeld in die plaats stop. En wat ik interessant vond van die tentoonstelling, we hebben heel zorgvuldig gekeken naar hoe mensen daarop reageerden. Vergeet nooit dat biodiversiteit mensen niet zoveel zegt. En biosfeer ook niet. Maar natuur wel. En beesten, dat zegt ze wel wat. Het wat ruikt. Blijf heel dicht bij die emotie van de natuur. En laat je niet gek maken door beleidstaal die daartussen gaat staan. CO2-emissies, biodiversiteit. Het is een boeventaal voor beleidsmakers. En ik denk dat jullie eigenlijk met dat Holwerd aan Zee op een veel primairder niveau zitten. En dat is volgens mij ook de reden dat mensen als Jouke de Vries en Diederik Samson direct bereid zijn om naar Holwerd te gaan om deelgenoten van te zijn. Dus laat je merk cultureel, zou ik willen zeggen. Dank voor jullie aandacht. Ja, dit is de laatste sheet. Het punt wat ik hier wilde maken, je kunt zo'n culturele tentoonstelling ook echt gebruiken om dat gesprek op een andere plek te voeren. Hè? Want als je het gesprek gaat voeren in een gemeentehuis of in een provinciehuis, die omgeving doet wat met dat gesprek. En dat Places of Hope gebruikten we eigenlijk als een soort theater in die tentoonstelling. En daar heb je gewoon andere gesprekken gezien. Dat was net zoals bij de Biennale. Dus iets gaan bouwen waar je al voorbereid op die toekomst. Hè. Dus je had het bij Neeltje Jans ook. Toen de Oosterscheldekering moest worden gebouwd. Dat was een bezoeklocatie. Dus ik zou zeggen, probeer heel gauw iets cultureels neer te zetten. Waar je al dat gesprek verder kan voeren over Holwerd aan Zee. En over dat biosfeerproject in bredere zin. Ik volg het graag. Oké, dankjewel Maarten Haaier, hoogleraar Urban Futures. En ik denk dus, heren, de boodschap is ook, doe vooral iets met emotie. Niet al die moeilijke termen, maar zorg dat je die emotie overdraagt van de geur van het wat. En ja, nou, ik kan het alleen maar beamen. Ik woon in Franeker, ik ben heel dicht bij Koehol en dan sta ik ook op het wat. En dat is net zo mooi bij jullie als bij mij. En ja, dat is eigenlijk, dat moet je voelen. Dus ik denk dat dat de conclusie is. Ja, absoluut. Ja, ondertussen hebben we ook een poll eventjes voor jullie klaargezet. Omdat wij dat heel graag willen. Omdat we het ook leuk vinden om wat terug te krijgen. Wat zijn jouw ideeën en inzichten na dit symposium? Dus wat zou er moeten gebeuren? Ik ga ze niet allemaal voorlezen straks. Maar het is wel leuk voor de organisatie om dat mee te nemen. En er komen nu een aantal binnen. Hier staat bijvoorbeeld van Klaas Sietse-Spoelstra. Een hele creatieve man, die ken ik. Kans tijdens de Nationale Landschap Triennale 2023 langs de Waddendijk. Dat is dus een kans. Nou, die pakken we mee, denk ik. Nou, we gaan naar de Nederlandse UNESCO-commissie met de voorzitter Kathleen Ferrier. Goedemiddag. Ik hoop dat u het allemaal gevolgd heeft. Ik neem aan van wel. En ik wil met u graag even terugkijken al op dit symposium, want we zijn aan de afsluitende fase begonnen, helaas. Hoe kijkt u hierop terug? Heeft u nog wat nieuwe inzichten opgedaan? Nou, laat ik allereerst zeggen dat het voor mij persoonlijk een fantastische middag was. Ik ben een groot fan van het gebied van de Waddeneilanden. Onlangs nog een aantal fantastische dagen doorgebracht op het prachtige Ameland, maar ook de andere eilanden, Vlieland enzovoort. Heel dol op. Ook wilde ik jullie feliciteren met de tijdigheid van deze bijeenkomst, dit symposium. We hebben zowel Mirjam Boenrane als Diederik Samson horen spreken over het feit dat juist nu, vanwege de COVID-crisis, wij zien wat de gevolgen zijn als mens en natuur uit evenwicht raken. En de bereidheid ook, Diederik Samson benadrukte dat, van overheden van Europa ook om er middelen in te steken om op een effectieve, innovatieve en vernieuwende manier te kijken hoe dat evenwicht hersteld kan worden. En juist op dat punt liggen hier natuurlijk gigantische kansen. En wat ik zo mooi vond, en complimenten voor de organisatie, is natuurlijk om te beginnen die indrukwekkende lijst van sprekers en betrokkenen, hè, die samen echt een compleet beeld hebben neergezet vanmiddag van wat het gebied ambieert en ook wat het betekent om een UNESCO-biosfeer gebied te zijn. Ik vond het ook heel mooi om te zien dat dit initiatief uit het gebied zelf komt. Het is niet opgelegd van bovenaf.
We hebben de inwoners gehoord, de beleidsmakers, ondernemers, boeren, maatschappelijke organisaties uit het gebied zelf, die die agenda van dit nieuwe biosfeergebied vorm zullen gaan geven. Het is de gemeenschap zelf en dat vind ik heel belangrijk. En daarom zagen we ook vanmiddag dat al die aspecten aan bod kwamen waar het om gaat. Natuur, landschap, duurzaam toerisme, economie, de samenleving, kunst, het belang van de culturele betekenis. Daarmee zie je dus ook de rijkdom die dit gebied te bieden heeft. En dat als het erom gaat wat de inhoud is van de UNESCO biosfeerstatus, dat dat veel meer is dan het beschermen alleen. Ik vond dat Marco dat ook heel goed benadrukt heeft in zijn presentaties. Het gaat niet alleen om beschermen, het gaat juist om ontwikkelen op een samenhangende manier. En ik vond dat dat vanmiddag heel mooi naar voren kwam. Dank u wel. Wilt u nog als laatste de betrokkenen hier nog wat meegeven, zodat ze dat kandidatuur iets... Jazeker. Ik denk ook deze kandidatuur. Kijk, wij als Nationale UNESCO-commissie verwelkomen dit initiatief van harte. Je ziet dat het hier gaat om de mogelijkheid, een mooie plek te creëren waar de natuur kan floreren, waar mensen kwaliteit van leven ervaren en waar gewoond en gewerkt kan worden in harmonie met de natuurlijke omgeving. Dat is natuurlijk, het is vanmiddag ook aan de orde gekomen, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen. En je ziet hier ook die brede blik van het initiatief. Het gaat ook om bezoekers te trekken, maar niet alleen dat. Het is juist het geheel. En wij hopen dus ook, de start van dit traject waar we nu staan, dat men erop in zal zetten om de komende tijd een breed palet aan betrokkenen bij elkaar te krijgen, om de tafel te krijgen die op grond van de discussies die daar gevoerd zullen worden, de toekomst van dit gebied te schetsen, waar je dus opnieuw ziet dat er aandacht is voor duurzaam toerisme, verschillende landbouwvormen die bijdragen aan het natuurherstel, maar ook onderwijs, onderzoek en betrokkenheid van alle partijen. En wat onze UNESCO-ervaring ook is, neem daar de tijd voor. Kijk, daar zit die enorme kracht. Van al die deskundigheid, de innovatie die daaruit kan komen. Jan noemde het, geloof ik, het wordt een laboratorium voor de toekomst. Benut dat moment met iedereen aan tafel en bepaal dan in gezamenlijkheid wat echt belangrijk is. Want kijk, het gaat natuurlijk, we denken aan dat punt aan de horizon, die erkenning, die status van het UNESCO-gebied. Maar het traject daarnaartoe, het proces, is minstens even belangrijk. En niet alleen voor dit prachtige gebied, niet alleen voor Nederland, niet alleen voor het hele Waddengebied met dus ook Duitsland erbij, maar wereldwijd. Want het zijn dit soort trajecten waarin de samenhang tussen mens en natuur centraal staat, ook in economisch opzicht, ook in maatschappelijk opzicht, waar we van moeten leren voor dat Build Back Better na COVID. Dus wij als Nederlandse UNESCO-commissie zijn heel blij met dit initiatief. En waar mogelijk zullen we jullie bijstaan met raad en daad om uiteindelijk een goede nominatie voor te bereiden. Geweldig. Nou, dit zijn fantastische woorden. En ik denk ook hoopvol voor de mannen die hier weer natuurlijk voor staan met de hele regio. Dank u wel. Kathleen Verrier. Ook vrouwen hoor. Er staan ook vrouwen. Sorry, excuses ja. Maar de mannen hier aan tafel bedoel ik. Maar er zitten heleboel vrouwen in. Het spijt me. De Nederlandse UNESCO-commissie en Kathleen Verrier is daar de voorzitter van. Fijn dat u er was. Dat toch nog weer een man. Ik durf het bijna niet aan te kondigen. Maar dat gaan we toch doen. Want onze laatste spreker die ook de afsluiting zal doen. Maar ik zal ook nog even met de heren even evalueren. Even kijken wat ze ervan vonden. Is Johannes Kramer, burgemeester van Noord-East Friesland. Welkom, goedemiddag. Hallo Roelof. Mooie lovende woorden over het gebied. Daar heb je geen marketing meer voor nodig. Dit gaat de goede kant op.
Ja, maar dat wisten wij natuurlijk al lang. Hè? Dat het een fantastisch gebied is. Dat zie je ook hier achter mij. Sommige mensen zeggen van ja, daar houdt het op. Maar voor ons begint het hier. Dit is het begin van de wereld. En zonder begin ook geen eind. En ik vind dat we vandaag een heel mooi begin hebben gezien van dit initiatief. En ja, ik heb veel sprekers gehoord en gezien. En veel enthousiasme vernomen. En ik zie ook veel mensen die zien kansen. En ik heb ook heel veel respect voor wat de initiatiefnemers hier opzetten. En dat het al in zo'n korte tijd zoveel enthousiasme oplevert. Was natuurlijk ook prima in het Hobbit aan Zee verhaal. En het is eigenlijk een nieuwe vorm daarvan, een uitbreiding ervoor. Je zou het een beetje een inktvlekstrategie kunnen noemen. En ja, samen met Hobbit aan Zee sluit het natuurlijk aan op de drie grote transformaties waar wij voor staan. En dat is natuurlijk de biodiversiteit die onder druk staat. De duurzaamheid, het klimaat is ook een transformatie waar we mee te maken hebben. En last but zeker not least, natuurlijk de transformatie van de leefbaarheid, de demografische ontwikkelingen. Want ja, dit gebied ligt perifeer, maar wil zijn eigen kansen goed pakken. En om van daaruit niet een bedreiging te zien, maar een kans te pakken. En dat geven ze heel goed aan gezamenlijk. En daarvoor zie ik ook die biosfeer. En zo begrijp ik hem ook. Dat het ook vooral iets is om de natuurwaarde tot waarde voor iedereen te maken die in het gebied leeft. Want ja, heel veel mensen in dit gebied voelen zich vaak toch het sluitstuk in het beleid. In alle ontwikkelingen. Er wordt heel veel over het Waddengebied verteld. En er wordt ook heel veel over gepraat. Maar ja, de mensen zelf die in dat gebied wonen, die vragen zich wel eens af van, hey, wonen wij daar ook? Doen wij daar ook aan mee? En ik denk dat die biosfeeractie, dat iets is waarmee je heel goed die aansluiting kan vinden tussen soms die papieren werkelijkheid van al die beleidsbepalers in Den Haag en in Brussel, die je verbindt met de realiteit van de mensen in het gebied. En ik hoop ook dat de biosfeer daar zo tot kan werken, dat het gebied, de natuurwaarde en al dat wat het zo mooi en uniek maakt, gaat werken voor iedereen. En ik zie dat vooral ook als een initiatief daartoe. Er zijn uitdagingen. En ja, er zijn natuurlijk ook wel een beetje bedreigingen. En als burgervader moet ik daar natuurlijk voor iedereen die hier woont ook op wijzen. Ja, de landbouw is ook iets waar je goed rekening mee moet houden. Ik hoor een aantal mensen en ook Siets hoorde ik ook zeggen van ja, denk goed aan die landbouw, want die landbouw moet er wat mee winnen. En die landbouw moet het niet als een bedreiging zien. En ja, je refereerde eraan, Roelof. Maandag hadden we tractoren in Dokkum. En ik zeg niet dat dat hier ook gaat gebeuren, absoluut niet. Maar het geeft wel aan dat we ervoor moeten zorgen dat het voor iedereen, dus ook voor onze landbouwers, want het is een belangrijke economische en ook maatschappelijke component in ons gebied. Maar ja, ik heb er volste vertrouwen in dat Jan en de team wat hierachter zit, dat helemaal gaat doen en dat ook goed oppakken. En wij als gemeente zijn natuurlijk nu geen partij in deze aanvraag. En we volgen het natuurlijk met veel belangstelling. En we hopen ook dat dat gaat leiden tot een succes. Dank u wel. Dat was Johannes Kramer, burgemeester van Noord-East-Friesland. Ja, heren, volgens mij hebben we heel wat mooie dingen gehoord. Ik krijg hier ook nog een berichtje van Davy van der Wouden. Die zegt, als student van In Holland Delft ben ik ongeveer een jaar betrokken geweest, behalve het AC. En specifiek status van de biosfeer. Het blijft interessant en belangrijk. Ze is ook heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen. Maar, en ze zegt ook, hou iedereen ook goed op de hoogte via social media. Dus verkoop ook wat je hebt. En nou, er komen allemaal mooie ideeën voorbij hoe je dat kan koppelen. Dus jongens, volgens mij is er wel wat ontstaan vandaag. Dus dat was ook de bedoeling. Hè? Hoe kijken jullie er zelf naar? Ja, het is ook al een aantal keren aangegeven. Het begint ook met het goede gesprek. Hè? Het begint ook om het gebied juist goed mee te nemen van ja, wat is onze ambitie. Het is ook goed om inzichtelijk te krijgen wat is nou de opgave in het gebied. En ik denk juist dat het hiervoor heel erg interessant is om die opgave en ambitie te koppelen. Hoe kun je werk met werk maken op dat vlak? Ja. Dus ik proef wel het enthousiasme, maar er is een hoop werk te doen. En jullie hebben er nog wat werk bij gekregen. Jullie hebben er nog wel wat werk bij gekregen. Ja, maar we moeten er ook de tijd voor nemen. Ja, dat hebben we ook horen zeggen, van neem hier de tijd voor. Want soms is het ook loslaten, ook dat moet je een plek geven, hebben we ook geleerd. En die tijd die zullen we ook zeker nemen, met elkaar. Ja, want dit is het startpunt geweest, hè? Dat is misschien wel echt historisch. Hier in Leeuwarden, gewoon in een studio in het WTC, hoop mensen van buiten naar binnen gehaald. Heb jij dat gevoel ook, Jan? Ja, dit is een startpunt en een heel belangrijk moment. Wat je merkt is, aan de aanleiding van de reacties, maar ook wat we nu om ons heen horen. Mensen willen ook nu meedenken. Mensen denken mee. We krijgen tips binnen. Dus dat is ook het begin. Hè? Want bedoel, wie zijn wij? Wij kunnen het ook niet met z'n tweeën. We moeten het als gebied doen. En we hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Dus
Ja, dat is een mooi moment, ja. Denk ik. Ja. Eventje, een hoop mensen vinden dat het fijn om even te kijken wat is nou het tijdspad, hè, waar we het over hebben. Wanneer zou dit nou zo kunnen zijn dat jullie dit krijgen, dit predicaat? Ja, zoals mevrouw Ferrier ook heeft gezegd, van neem de tijd daarvoor. En als we daar 2 of 3 jaar de tijd voor moeten nemen, dan doen we dat. En we gaan het pas zeg maar indienen als we er klaar voor zijn. Als het gebied er klaar voor is. En veel met elkaar spreken. Ja. Heel veel kijken naar wat zijn de belangen en dan er positief uitkomen. Dat is denk ik. Het is vooral ook een middel om het gesprek aan te gaan. Want met elkaar om tafel, om het hier überhaupt over te hebben met elkaar. Dat is al grote winst, los van de uitkomst. Ja. Tot die tijd staat de kandidaat voor UNESCO biosfeer ook goed. Ja, toch? Zeker, ja. Zeker weten. En ik denk dat als jullie als tip, neem gewoon lekker van die bollenpiste mee. Ik weet niet of het mag, want die zijn beschermd volgens mij. Maar dat was de verbindende factor volgens mij. Hè? Ja, absoluut. Zoek dat even juridisch uit, een bollenpiste pakken. Maar fijn dat jullie dit zo hebben uitgelegd. En ik moet zeggen, ik had ook het begin dat ik, zei ik ook in de introductie, wat is in vredesnaam een biosfeer? Dan moet je echt googlen. En als journalist ben ik toch wel redelijk op de hoogte van al die dingen. Maar nu snap ik het, denk ik, een stuk beter. Mooi. Maar er is nog veel uit te leggen en veel marketing en te vertellen. Nou, die verhalen die zijn er. Dank, heren. Ja. En dames natuurlijk en iedereen die heeft meegeholpen. Want dat ga ik nu doen. Ik wil alle sprekers bedanken voor deze memorabele middag. Het programma is over 3 dagen te zien. Het wordt hier uitgeknipt wat er was. En dat wordt dan op de website van Hovert aan Zee gezet. Ja. En daar zijn ook, op YouTube wordt het gezien. Maar daar komen ook de presentaties van de sprekers zijn daar zichtbaar. Daar kwamen vragen bij. Nogmaals, alles wat je hebt gevraagd of de opmerkingen die zijn geweest, die worden bewaard en er wordt ook antwoord op gegeven als het al niet gedaan is. Dus zit daar niet over in, dat gebeurt. Dan wil ik iedereen hartelijk danken, ook namens de Nederlandse UNESCO-commissie. Natuurlijk Marco en Jan en iedereen die ook op de achtergrond bezig is geweest. Marieke onder andere, ze is niet te zien, maar heeft heel veel vragen beantwoord. En dat kan ik alleen maar zeggen, de mensen die hier keihard aan hebben gewerkt, die kijken uit naar een nieuwe periode waarin we vooruit gaan naar een status. En dat zou ontzettend mooi zijn. Niet alleen voor jullie, maar ik denk voor heel Friesland en waarschijnlijk voor heel Nederland. Dat rest mij het enige om jullie dank te zeggen voor het kijken. En nogmaals, ik wens jullie een ontzettend fijn weekend. En als je nog eens denkt, ik wil wat terugzoeken, dat is dus te zien. Over 3 dagen is dit symposium weer gewoon terug te kijken. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Fijn weekend en geniet straks lekker van de sneeuw. Want geloof dat morgen of overmorgen is Friesland weer een prachtig, fantastisch plaatje. Tot ziens.